Hallo, welkom. We gaan weer ouderwets bouwen in de Sims vandaag. Bouwen in de Sims 4, de Meepucky Show ga ik zo meteen doen. Maar welkom bij de stream. Een beetje gek tijdstip misschien om 16:50 middags pas te beginnen. En Noah Zeeman, dankjewel voor het volgen. Maar ja, ik had er gewoon zin in en ik eet altijd laat. Ik ben iemand die echt pas om 19:30 s'avonds of zo pas gaat avondeten. Dus vandaar nu lekker live. Oh! Björn, precies een jaar. Jeetje. Je mag een vlaggetje kiezen. Zo. Uitroepteken vlag. Ik wil de uitroepteken kleur kiezen. Ik denk dat is niet de goede command. Maar ik zie trouwens ook Linia is er. Welkom. Crystal Kitty is er. Henk, Slinky Killer Fan en Björn dus. En Kitty trouwens. Leuk dat ik je nu in de chat zie, Crystal Kitty. Ik weet niet of jij in mijn Discord zit trouwens. Maar in mijn Discord heb ik dus een kanaal. Waarbij ik elke maand de top 10 bijhoud van de kijkers. Met de meeste kijkcijfers. Dus die er het vaakst zijn geweest. En dus de meeste uren op mijn kanaal hebben gekeken. Jij staat in de top 10. En van de andere 9 die daarin zitten. Ja, daarvan weet ik dat ze in mijn Discord server zitten. Maar ik wist niet of jij in mijn Discord server zit. Dus bij deze. Je zit dus in de top 10 kijkcijfers. Vond ik wel vergeinig om even te vermelden. En Björn wil een rood vlaggetje. Dat is hier. Ik merk nog steeds dat ik er weer een beetje in moet komen. Ik heb nog steeds wel verkleedpartijtje uitstaan. En ik stream nog met koptelefoon op. Ik wil vanaf volgende week dat wel weer aanzetten. Maar deze week nog even gewoon lekker koptelefoon. Oh, je zit niet in de Discord. Nee. Nou, bij deze dan weet je net. Je zit in de top 10 kijkcijfers. Het past echt precies, Björn. Nou, epica ook. Vlaggetje. Roep maar een kleur. Dan is hier die van Björn. Zo. En dan mag Epica ook een vlaggetje kiezen. Maar ik ga dus zo meteen de Shell Challenge doen van Dagmar. De Meepucky Shell 5. En ik weet nog dat ze was ermee begonnen, zeg maar. En ik had een idee. En toen werd ik ziek. Ik ben een week ziek geweest. En ik heb gewoon geen idee meer wat mijn idee was. Dus we gaan hem straks gewoon downloaden vanaf de galerij. En we gaan gewoon bouwen. En ik zie wel. Epica zegt, ik zie weinig groen. Dus dan komt er een groene bij. Ja, alleen Jill heeft groen. Oh, nog zo'n lange naam. Het is vandaag de vlaggetjes met de lange namen dag. Thanks voor je subjes, allebei. En iedereen, drop hartjes in de chat. Drop feestelijke emotes in de chat voor ze. En dan is hier het vlaggetje van Epica. Nou, ik heb Jill en deze kant met groen. Dus dan doe ik jou, zeg maar, aan die kant met groen. Hoppatee. Oké, zullen we maar gaan bouwen? Oh, trouwens. De Shell Challenge van Meepucky Games Dagmar, die streamt zelf ook. Dus check vooral haar kanaal. Druk op het hartje. Volg er. Ik dacht even, wat is dat voor een raar vlek in mijn beeld? Maar dat is de lantaarn met de schaduw. Oh, Epica zegt, dus ik kijk al 14 maanden bijna je streams. Nou, als ik nu even op jouw naam klik, dan zie ik dat je me volgt sinds 2 mei vorig jaar. Dat was ongeveer een week voor Sims de Vette. Sims de Vette 1 toen de tijd. Oké, de Shell Challenge. Die is dus van de Meepucky Show. Dit is hem. En ik heb dus geen idee meer wat voor idee ik had. Ik weet wel dat ik toen de challenge zeg maar inging, dat ik nog vroeg, ja, mag je de muren draaien en zo? Maar ik weet dus niet eens meer. Oh, ik weet dus niet eens meer wat ik van plan was met die kavel. Oké. Ja, ik ga hem sowieso wel verplaatsen. Wat is handig? Misschien is dit handig als voordeur. En dan kunnen we hier nog een leuke serre achter maken met een achtertuin. Misschien dat ik hem dan toch niet draai. Of ik zet hem schuin, dat kan ook nog. Ik heb geen idee wat ik van plan was. Ik ga hem wel even verplaatsen. Is dit iets? Even kijken hoor. Onze vakantieplanning is veranderd. Morgen gaan we weer terug naar Nederland. Oh. Zou je dan langer blijven, Epica? Ik had geen idee wat jullie originele vakantieplannen waren namelijk. Weet je wat mij irriteert? Ik heb natuurlijk dat syndroom van symmetrie. Daar heb ik last van. Je hebt hier aan deze kant 3 stukjes vrij. En aan deze kant 2 stukjes. Daar kan ik me zo aan irriteren. Dan ga ik hem bel. Zo zetten, denk ik.
En we zouden blijven tot januari. Maar yo, hoe lange vakantie is dat wel niet? Blijven tot januari. Maar nu zo koud en nat. Ja, dat krijg je, Scandinavië. Het zit een stuk hoger dan dat wij zitten. Oké. Dagmar maakt niet altijd de hele kleine huisjes, hè? Moet ook nog ergens een trap in. Dat zal wel hier ergens moeten. Vet veel kamers aan de bovenkant. Maar dit zijn van die kleintjes. Daar kan ik dus ook nog een kast in zetten. De onderkant heeft een hele rare indeling. En we mogen dus niet aan de muren zitten. Ik zal even de regels trouwens. Want Dagmar heeft natuurlijk allerlei regels voor de challenge. De regels zijn: blijf van mijn muren af. Dus alle muren die er nu in zitten, daar mogen we dus niks aan veranderen. De buitenmuren. Ik mag dus buitenmuren toevoegen. Maar ik vind dit huis al groot genoeg. Ik ga er niet nog buitenmuren aan toevoegen. We mogen het huis verhogen. Oh, dat vind ik wel leuk. Het hele huis. Daar. Misschien nog iets hoger. Daar. Dat vind ik wel leuk. Huis verhogen. En je mag er een veranda aan maken. Het moet af zijn. Uiterlijk 15 september dus ingeleverd. Onder de hashtag MePuckyShell5. We mogen er ook een openbare kavel van maken. Vragen stellen kon. Nou ja, ik had dus gevraagd of je mocht draaien. En ik heb dus geen idee meer waarom ik dat gevraagd heb. Maar oké. Je vliegt wel over een maandje weer hierheen voor werk. Moet je in Zweden gaan werken terwijl je in Nederland woont? Oké, dat is bijzonder. Dat hoor je ook niet vaak. Nou, laten we maar een veranda gaan maken dan. Dat waren deze. Ja. Joe, blokje. Zal ik eerst even die pakken? Oké. Nee, kak. Ik mag niet de muren slopen. Dagmar, dit heb jij niet gezien. Dit heeft Dagmar niet gezien, jongens. Oké. Zo. ja, ware huizen bouwen we overal. Ik snap je zin niet, Epica. Ik denk trouwens dat het misschien wel tof is om die veranda... Ja, klik. Zo, hier helemaal voor het huis te doen. Dat je hier ook nog kan zitten of zo. Je bouwt kassen. En de... Oeh, ja, we hebben natuurlijk al een nieuwe deuren. En voor degenen die nog niet weten, morgen, waarschijnlijk 's avonds, om 7 uur 's avonds, komt dus dat nieuwe kitpakket uit. Industrieel leven. Ik weet alleen niet of Dagmar die gaat aanschaffen, want ik mag natuurlijk... Volgens mij mag ik nu wel alles gebruiken wat er in het spel zit, want volgens mij is het spel compleet. Maar ik weet dus niet of ze ook van plan is om de Sims je industriële loftkit te gaan kopen. Maar ja, die komt morgen dus uit en informatie kan je vinden op de website van Town of Plumbobs. Ik vind het op zich wel een leuke stijl. Industriële loft. Van wat ja, we kunnen er nog vrij weinig van zien natuurlijk. Wat er allemaal in zit. Maar het is wel een kitpakket. En een kitpakket vind ik niet bepaald groot. Ik vind ze altijd best wel duur. Voor wat je krijgt. 5 euro klinkt heel weinig. Maar als je het vergelijkt met een accessoirespakket van 10. Dan zit er wel veel meer dan de helft. Zeg, ja, je hebt een, laat ik het even duidelijk zeggen. Je hebt een accessoirespakket. En dan heb je een kitpakket. En dan een kitpakket is de helft van de prijs. Maar er zit veel minder in dan een helft van een accessoirespakket. Dus dan denk ik, ja, is 5 euro klinkt niet veel. Maar ja, je krijgt er ook vrij weinig voor, denk ik dan. Misschien is het wel een idee om hier een beetje een industriële touch aan te geven aan dit huis. Dat voor het geval dat Dagmar dus wel industriële loft gaat kopen. Dat we dat dus in een latere stream ook nog kunnen toepassen in dit huis. En dan denk ik bij industrieel aan deze deur. Past op zich ook wel. Want dit is het deurgedeelte. En hier, dit dode hoekje, kan je toch niks mee. Dit is wel een hele bijzondere vorm van een gang wordt het dan. Ja, ik weet wat kassen zijn, EPK. Maar ik snapte je zin niet met huizen bouwen we overal. Ik vind dit wel een goeie. Deze deur. Alleen, nou zit ik met het ding van... Ja, ik zou wel ramen willen toevoegen. Maar er zitten volgens mij ook nieuwe ramen in die loftpakket. Zal ik dan met zwart werken? Oeh.
of zwart met wit. Ik vind dit wel leuk. Oké, dat is één. Dan hebben we een raam. Want we hebben hier een hele vreemde gang. Hebben we ook een kleine ruimte hier? Nee, maar je mag geen binnenmuren neerzetten. Oh, we kunnen geen wc doen beneden. Of ik moet dit als wc doen beneden. Maar ik vind dit zo'n mooie, leuke ingangruimte. Het wordt een wc boven, denk ik dan alleen. En dan maken we hier een wc en dan maken we dan hier een badkamer van. Dat je ook nog apart kan plassen, maar ook apart kan plassen en douchen, zeg maar. Dat ze dan gewoon boven twee wc's hebben. Want, ja, niet praktisch, maar ik vind deze ruimte ook te groot, hoor. Moet je kijken. 9, 10, 11, 12, 13,5 tegels voor een wc. Dag maar. Oké, laten we eerst even een trap gaan neerzetten. Ja, boven zijn er genoeg ruimtes voor, maar ik ben gewoon zo iemand die gewoon beneden ook een wc heeft. Dag maar, is er hoor. Niet zagen. Ja, ja. Dagmar, nu je er toch bent, ga jij die industriële loft kopen? Even kijken hoor, waar zitten we boven? Ik heb boven ook geen wc. Dat was heel frustrerend toen ik ziek was. Ik heb ook eventjes... Oh, wat deed ik nou? Een paar nachtjes op de bank geslapen. En ook vanwege mijn oren. Ik kreeg op een gegeven moment oorontsteking en dan kan je niet plat liggen. Dus toen dacht ik, nou dan slaap ik wel op de bank. Want zoals je kan zien, zeg maar, je hebt van die kussens waar je een beetje zo onderuit gezakt kan half zitten liggen. En toen dacht ik, nou dan kan ik zo wel slapen. Plus de wc was dichtbij. Dat was ook wel heel fijn als je ziek bent. Dagmar zegt, ik zal zeggen van nee, maar jij weet ook hoe dat uitdraait. Ik denk dat ik hier de trap ga doen. Met een bocht erin. Kan niet een muur doorkruisen. Gaan we vervelend doen? Oké, hoe deden we dit ook alweer? Oh, je doet de onderkant. Oké, dan ga ik hem nu oppakken. Oh, waarom? Spel. Even buiten. Oh. Oh, hij zit... Oh, oké. Okay. Hoe ga ik dit doen? We doen hem daar omheen. Loopt hij daar gelijk? Ja, nee, het loopt ook niet. Er zit ook weer een stukje. De kamers lopen niet gelijk. En als ik hem daar doe, dan kom ik natuurlijk ook niet uit met de gang boven. Oh, dit wordt een puzzel. Hoe ga ik de trap doen? Ik vind het gek. Nou zit je en hier met een ding waarvan... Ja, je zou hier op zich nog wel een deur kunnen doen. En hier zou je op zich nog wel een bureau kunnen doen. Maar ik weet niet zo goed wat ik met deze kamers wil. En wat zit hierboven? Ja, maar het is gek om hier een gang van te maken. Dag maar! Oh, waarom heb ik ingestemd om deze Meepucky Shell te doen? Ik heb nu al moeite met waar laat ik de trap. en daar. Dat kan op zich ook. Als ik hem hier doe. Ik zie... Oeh, ik schrik me rot. Miss Buttercheek, dankjewel voor het volgen. Welkom. We gaan even de lichtjes ophangen, want ik zie niks. Zo. Let there be light. Zo, nou kunnen we tenminste zien wat we doen. Zo. Nou, dan wordt dit de gang. En dit is de gang. Dit is denk ik het huis met de meest vreemde indeling die ik tot nu toe heb gebouwd. Zelfs hier over deze trap twijfel ik nog. Ik kan hem ook nog draaien.
Laten we dat doen. Oh, komt hij niet uit. Moet nog een keer. Nog een hoekje. Ik wil nog een hoekje. Oké, nu pakken we hem op. Zo. En dan gaan we hierheen. Ook vreemd. Ja, een ladder. Maar ik ga. Het wordt al een huis met GWC beneden. Ik ga er niet ook nog een ladder. Ik kon toch ook. Wacht. Ik ga even deze trap even weg hier. Die is even backup. Dan wil ik hem even kopiëren. Oh, dit kan ook nog. Jeetje. Die mag weer terug. Dan wil ik die. Nee, ik wil hem wel draaien. Verder. Ja? Ja! Zo, hoeveel ruimte had ik hier? Nou, 2. Dus dat komt soort van wel goed uit. Ik zou het eigenlijk toffer vinden als je dit nog kon uittrekken. Zeg maar dat je dit landingstukje, dat 3 tegels breed was. En dat er dan die trap hier zat. Misschien zo. En dan zet ik hier wel een of andere random kast neer of zo. Maar dan komt het boven wat beter uit. Hoi Miss Divi, welkom. Ik denk dat ik dit een logischere indeling vind. Ja. Want bij die... Oké, wacht. Ik pak nog even die andere er weer bij. Dat is die. Dit vind ik beneden weer logischer. ik zou hier op zich wel een file van... Nee, ik... Oh, jeetje. Ik heb hier natuurlijk die ruimte nodig. Want anders moet je hier een deur door doen. Om dan hier weer een deur door te doen. Om door die ruimte te komen. En Miepukkie, ik word iedereen zo geliefd momenteel. Oh ja, de volgende shell maak je makkelijk. Ik ben nu deze aan het doen. Nee, deze doen we weg. En even kijken hoor. Miss Divi zegt ook altijd fijn die kamerindeling van Dagmar. En EPK, kan je geen verhoging maken en dan 2 trappen? Dat is ook een idee. Maar alsnog, want ik vind het dus leuk om dit hele hoekje te gebruiken. Want je kan hier toch nog deuren doen. Probleem is, hierboven kan het niet, want dan wordt het hier heel smal. Dus het is eigenlijk wel beter om het alleen zo te doen. Dus ik denk niet dat ik voor dat idee ga. Ik denk dat ik gewoon deze trap pak. Zo, nou, ik heb een keuze gemaakt hoor jongens. Er staat wat in het huis. Hoi Annette, welkom. En ik kijk nog. Oh, we kunnen op zich dat idee alsnog wel doen. Hier. Oh, ik heb het Jessie. Oh, die. Ik dacht al, ik heb het Jessie zien doen. Maar hoe deed het ook alweer? Zo. Kijk. Dit vind ik leuk. En hij komt mooi gelijk op. Moeten we alleen even kijken of we ook eentje met een zwart randje hebben. Dat is al die. Joe. Er valt niks te veranderen. Oh, reageert hij op verf? Nee, ook niet. Dit kan je toch ook veranderen? Het was toch deze? Oh, hij verandert dat alleen buiten. Maar binnen niet. Je moet die bij de muren hebben. Zijn dit weer andere? Dit is toch dezelfde? Oh, oké. Oké, ik heb niks gezegd. Alleen dit is wel heel breed. Een halve trap zit in de weg. Het is allemaal heel breed.
Oké. Degene waarvan ik denk, oh, dat sluit mooi aan, is heel breed en is niet praktisch met die trap. Oh, deze ziet er smal uit. Oeh, het is niet helemaal hetzelfde zwart. Want hij gaat hier van zwart naar meer grijzig, maar het komt in de buurt. En je hebt er ook een smalle bij. Die niet, die niet, die niet, die niet, die niet. Ja, die komt niet in het zwart. Die niet, die niet. Nee, 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 nee. Jullie zitten te liegen met z'n allen. Ja, maar dit is een bakstenen muurtje. Komt hij met zwart? Ja, dan heeft hij een wit randje, dat wil ik niet. Die ook. Dit zou op zich. Oh, deze heeft misschien ook wel een hele diepe zwart. Denk dat dit wel beter past. Waarom zouden ze dezelfde kleur maken? Ja, echte IE. Waarom? En dit zijn tegels. Komt dit in het zwart? Even een vraagje. Dit is vierkant. Dit niet. Waarom zit dat onder dezelfde swatch? Nee, we gaan wel voor die. En dan moet ik dat vloertje hier wat we hier hebben, dat bestaat natuurlijk ook niet in het spel. Waar is mijn lamp? Ik wil het beter zien. Dit is best een tof vloertje. Die lijkt er nog soort van op. Ik zit al te twijfelen. Ga ik dan iets zoeken waarvan je denkt, oh, dat lijkt erop. Dat komt in de buurt. Of ga ik dan iets zoeken wat totaal anders is, omdat het ook wel te opvallend niet hetzelfde is, namelijk. Dat ik gewoon iets anders van maak. Misschien dat ik deze doe. Want hier heb je van die rechte vegen. En hier heb je ook wel vegen. Maar doordat het patroon is, is het wel opvallend anders. Maar het matcht wel. Oké. Ik weet alleen nog niet wat we erop gaan zetten. Maar we hebben een deel van het huis klaar, jongens. Oké, nou, aangezien we dus boven een wc moeten hebben. Oh, we hebben. Oh, dit is lelijk. Oké, nou dan gaat er een zwarte vloer op. Vet lelijk, waarom? Nou, ik stoor me meer hier aan. Ik vind dit op zich wel leuk staan. Ik stoor me hier aan. Die rare donkere plek hier. Oké, ik wil een soort van mini-fide maken. Wat heeft een beetje een industriële vibe, deze? Misschien moet ik gewoon precies daar. Maar dat wordt zo smal hier. Ik wilde juist tot daar. Maar ja, het werkt wel de rare en lelijke plek weg. Oké, kijk. Oh, en het matcht mooi met die muur. Dus misschien is het ook wel beter om de vide toch zo te doen. En dan. Ja, doen we hier wel een opening in plaats van een deur. Want dan hoef je ook niet een deur in een al heel smal gedeelte te hebben, maar gewoon een opening dat je in één keer kan doorlopen. Oké, ik vind dit goed. Door. Volgens mij is dat een glitch nog nooit gezien. Waarschijnlijk omdat ik dus dit stuk hieronder verhoogd heb. Gaat hij de schaduw van het plafond? Ik weet niet. Het is raar in ieder geval. Oké, ik weet van deze hebben we ook van die openingen. Kijk hier. Met die rare kamers maak je wel de mooiste huizen. Ja, het daagt me wel uit. Dat is wel een ding. Ik kan niet heel erg in mijn comfortzone zitten nu. Met altijd een gang met een trap naar boven. En in de gang een deur naar een wc die altijd ruim genoeg is. En ja, ik moet nu wel gaan puzzelen. Ik vind dit stukje namelijk wel heel tof. En dat zou ik uit mezelf niet zo snel hebben gemaakt.
Ik denk dat ik die vloer trouwens ook beneden doe voor de eenheid hier. Zo. Even bedenken ook wat ik hieronder ga stoppen. En het lastige is, ik zit er dus aan te denken dat als Dagmar inderdaad ook industriële loft gaat kopen, dat ik daar dingetjes van in wil verwerken. Oh, ik heb het hier ook heel lelijk gedaan. Zo. En aan de ene kant vind ik het lastig, want we weten nog niet zo goed wat er allemaal in zit bij industriële loft. En tegelijkertijd denk ik, oh, ik zou nu al dingen willen gebruiken. Dat je rekening moet houden met het pakket en er niet uit is. Oké. Okay. Wat doe ik alleen met dit? Dit is zo'n lange, smalle. Misschien gewoon als gang laten. Maar dan wordt dit dus een kamer. Dit wordt dan een kamer, denk ik. Want ja, ik ga geen ruimte, geen deur doen naar hier en dan weer naar hier. Dat is een beetje gek. Misschien kan ik hier wel de woonkamer van maken. Dan hier de keuken. Want dit rare hoekje. Ik zou niet zo snel iets kunnen bedenken wat je er anders mee kan dan wat aanrecht spullen of zo. Oh. En dan hier misschien een eetruimte met een soort van serre effect. Dat we hier een glazen dak op gaan zetten. Zo. Zo. Even kijken hoor. Shift was het, hè? Als ik één kant... Yep, top. Randje eromheen. Is dat zwart of is dit zwart? Dit is zwart. Dag maar, mag ik zeggen dat ik stiekem aan het lachen ben? Zal ik dan hier ook die tessellate vloer doen? Of oh, dan wordt het natuurlijk een tessellate... hoe heet het? Dak. Of zal ik hier plumpopjes doen? Oh, nou krijgen we hier ook weer zo'n lelijke rand doorheen. Wat is dit? Oh, Annette zegt plumpopjes. Oké, dan gaan we voor plumpopjes. Het spel weet me wel te sarren, hè? Oké, okay, ik weet wel dat we van die behangetjes hebben zoals dit. Dan zet ik gewoon het dak op precies de hoogte waarvan ik denk, oh, daar wil ik de scheidingslijn. En dan wordt het een soort van plint. Alleen dan hoog. Dus je hebt ook deze bijvoorbeeld. Die komt dan weer hoger. En dan match ik gewoon het dak met het behang. Dat wordt een zwarte muur. Nee, dat ga ik niet doen. Behang, dit is hier. Gaan we opeens heel truttige bloemetjes dingen erin stoppen. Wat hebben we hier? Wat is het verschil? Bloemetjes, witte bloemetjes? Roze bloemetjes? Andere soort bloemetjes? Ja, industrieel. Dat is een beetje lastig. Dit is ook wel tof. Hier heb je wel... Die is zwart-wit. Oh, deze trouwens is nog beter. Kijk, top. En dan moet het dak ietsje pietje. Dat is niet ietsje pietje. Nee. Oké, okay, ietsje. Welke knop was dat? Was dat Alt? Ja. Kijk! Hé! Hey. Top dit! Alsof het zo moest zijn. En dan doen we de andere muren wel wat anders. Want dit is nou niet bepaald super industrieel, maar als feature muur heeft het wel wat geinigs. Kook ze, Miss Divi. Wat ga je eten? Dit iets of wordt het heel donker? Is ook wel heel gek, hè? Opeens van die driehoekjes met van die plantjes erbij. Kan je die rand niet weghalen door het dakrand iets in te trekken? Ik heb het dakrand al ingetrokken. Maar, Annette, ik heb nou dit vet leuke unieke ding gedaan en dan zeg je nee, fix het maar. Miss Divi gaat rotti eten. Niet mijn ding. Ja, is toch goed zo? Dit is toch uniek? Dit is toch origineel?
Oh, kijk die Moschino-ramen. Top. Alleen wat ik nou nog steeds niet snap, is dat dit is dus de binnenkant en dit is de buitenkant. Niemand doet zijn raam zo open. Want als het regent, regent het naar binnen. Zo. Dit is beter. Alleen komt hij daar een beetje lelijk er doorheen. Kan deze ietsjes zakken nog dan? Nee. Oké, dan moet het raam iets omhoog. Oké, top. Even bellen naar beneden om te vragen wat Dagmar gaat eten. En Evika gaat stoofpot eten. Jongen. Kijk, hier is een grote. Denk ik. Ik weet niet. Aan de buitenkant is het een beetje gek. Misschien dat ik het nog aanpas. Maar aan de binnenkant van de kamer. Het heeft wel wat. Dat je ook als je de trap oploopt. Dat je naar buiten kan kijken. Ze nemen niet op. Oh, maar echt toppunt van lui. Gewoon naar beneden bellen. Om te vragen wat ze gaan eten. En niet eens naar beneden lopen of zo. Oké. Okay, nou, laten we hier maar een wc doen dan, hè. En dan denk ik hier de badkamer. Op zich zou dit ook wel kunnen als badkamer. Wordt wel heel klein dan. Laten we in ieder geval eerst de wc doen. Daar moeten we ook een deur voor hebben. Ik weet alleen niet of ik het hele thema van deze deuren ga voortzetten. Want je zit dus dan op een gegeven moment in de gang met allemaal van dit soort uitstekende stukken. Dus ik denk dat ik dat hier niet doe. Die bellen ook als je iets naar beneden moet gooien. Oké. En Annette, als ik niet weet wat we gaan eten, dan app ik mijn moeder die de kamer ernaast zit. Oké dan. Dit zijn ook leuke deuren. Van interieurdesigner. Een beetje een stoere deur. Deze zijn ook tof. Maar dit is nou niet bepaald industrieel, hè, deze deur. Nee. Nou, ik denk dat ik die wel pak. In het zwart. Zo. Hebben we hem ook zwart met een witte streep? Nee, alleen... Want je hebt dus wel dit. Wit met een bruine streep en zo. Allemaal leuke combinaties, maar dan is zwart alleen met zwart. Terwijl ik heb natuurlijk de voordeur zwart met wit. Dus dan dacht ik, misschien is dat leuk om dan bij alle deuren te doen. Maar dat kan niet. Oké, een wc. Oh, Linia is zaterdag weer thuis. Zal ik een keer deze doen? Want anders doe ik deze weer. En die doe ik al zo vaak. We kunnen er een disco-wc van maken. Is ook wel geinig. Kan op zich wel. Dan doen we die in de badkamer. Wat waarschijnlijk die kamer gaat worden. Maar misschien wordt het ook wel die. En dan doen we deze hier. Want ik gebruik die nooit. Maar het dus heeft wel hele geinige dingetjes en gameplay erin zitten. En even kijken hoor. De ene wc die ik net had. Comfort 1. En deze heeft comfort 5. Dus dan gaan Sims automatisch denk ik als eerst met gameplay naar die wc. Dagmar zegt ik ga niet veel eten vanavond. Oh jee, is niet lekker. Ga je iets vies eten? Oh, wat voor ding ga ik hierbij zetten? Het is aardappelen met tomaat en kipburger. Ja, aardappelen lekker. Kipburger lekker. Tomaat. Dat lust ik ook niet.
De wc die ik net in de badkamer heb gezet, gebruikt Epic altijd. Ik heb die maar één keer eerder gebruikt. En dat is in het ecologisch leefhuis, die trouwens ook nog steeds niet af is. Kippenburg lekker, aardappel lekker, ja. Oh, kijk. Hoppatee. Maar wat gaan we hierbij zetten? Die. Maar ik vind deze heel erg hoekig. Als ik een beetje zo kijk naar de vormen en zo, het is allemaal een beetje, er zitten lichte bochtjes in, dan vind ik deze beter passen. En wat hebben we voor de rest nog meer? Ja, het probleem met modern is dat het heel vaak heel hoekig is. Als ik een beetje kijk naar industrieel, dan zou je eerder dit soort dingen doen, maar nee, die wil ik niet. En de rest past er qua stijl niet echt bij. Deze is ook trouwens op zich wel geinig, maar nee, meer iets voor een schuur. Ik ga even kotsen. Nou, ik raad het niet aan. En Annette zegt, kippenburger vind ik ook lekker. En aardappeltjes lekker, mits ze gebakken of uit de airfryer komen. Die. Ik heb trouwens nog nooit gehoord dat iemand... Ja, mijn biologische vader hield ook niet van aardappels. Wel van friet. Maar ook kipburger. Je hoort het niet vaak dat iemand zegt aardappels en kipburger. Nee, dank je. Oké, wat voor spiegel gaan we hierbij hangen? Ik hang eigenlijk standaard een spiegel boven de wasbak. Ik heb zelf ook een spiegel boven mijn wasbak. Deze. Die is te groot. En als ik verkleinen kan hij met spiegels. Eet smakelijk, Björn. Deze. Die heeft ook wel de vorm goed mee. Dat vind ik wel een goeie. Ja. Oké, okay, top. Of deze. Kom jij ook in zwart? Jij komt ook in zwart. Oké, okay, jongens. Gaan we voor die van interieurdesigner? Of gaan we voor die van klein wonen? Ik vind denk ik die van interieurdesigner. Ja, deze past beter bij de wasbak. De wasbak komt natuurlijk ook voor interieurdesigner. Oké. Okay. Dan gaan we... Ja, ga ik weer moeilijk doen met tegels en zo? Oeh, trouwens, ik kan ook gewoon dit soort dingen erop gooien. Van die muurtjes en zo. Bakstenen muurtjes. Annette zegt, ik vind die grotere leuker in de badkamer en te groot voor de wc. Ja, ik snap dat op zich ook wel. Maar als ik zo'n beetje kijk naar de wasbak, ik vind deze er gewoon beter, mooier matchen. Maar het liefst zeg ik lust geen kipnuggets. Maar dat komt omdat ik ook helemaal geen kip lust. Ja, ik hoor het alleen niet zo vaak, dat mensen dat niet lusten. Deze hebben we ook nog. Industrieel. Wat hebben we, ook nog dit soort gekke. Hier gebeurt niks. Maar dit wordt wel heel industrieel. Hebben we niet iets stoers, iets fabrieksachtigs, iets. Nee, hè? Ja, wel met decoratie. Ik zou nog met decoratie kunnen aankleden. Dat kan ook nog. Ik kan ook gewoon deze erachter zetten. Of dan deze juist... Nee, het licht wordt heel lelijk. Zoiets.
Linnea eet veel rendiervlees. Dat vind ik dan weer heel gek. Maar ja, als je in Zweden woont, dan zal dat wel normaal zijn daar. Ik vind rendiervlees. Ik heb het nog nooit gegeten. En Annette zegt, ik zou misschien ietsjes lichter behang kiezen, anders is het zo donker. Ja, ik heb nu deze dan met grijs gedaan. En dan moeten we even kijken voor een wat lichtere vloer. Misschien ook met grijs, misschien iets ook van Wellnessdag. Er is trouwens, de Sims had getweet dat er dus een gamepack, al een bestaande gamepack, een update gaat krijgen. En als ik even een beetje nadenk, hè, ik ga even naar de website van Town of Plumbobs. Als ik dan een beetje nadenk over de gamepacks die er zijn. We hebben dan de Sims hier in de natuur. We hebben de Sims... Charmant. Ja, we gaan dus een bestaande gamepack die we dus al hebben voor de Sims hier, gaat een update krijgen binnenkort. We weten dus alleen nog niet welke gamepack. En als we een beetje kijken, dan hebben we dus de Sims hier in de natuur. We hebben de Sims hier Wellnessdag. We hebben uit eten. We hebben vampieren. We hebben ouderschap. We hebben jungleavonturen. Strangerville. Magisch Rijk. Star Wars en interieurdesigner. Heel veel mensen dachten Wellnessdag of zo. Want het had iets met relaxen te maken. Ik weet niet. Heel veel mensen dachten dat het iets met relaxen of zo te maken had. Ik zou niet zo snel weten wat er aan Wellnessdag zou moeten verbeterd worden. Want ik vind het op zich een prima gamepack. Uit eten mag van mij wel verbeterd worden. Want daar zitten best wel veel fouten in. Heel veel bugs en zo. Interieurdesigner mag sowieso verbeterd worden. Want al die foutjes met die opdrachten die je krijgt. En de vrij weinige gameplay die erin zit. Maar ja, interieurdesigner is net nieuw. En ze kondigen het helemaal aan met... Ja, er gaat een gamepack gaat helemaal een update krijgen. Dus ik denk dat het een van de oudere gamepacks is. Madelief zegt ook... Ik denk, dacht dat het Spa Day was. Dat werd volgens mij ergens gezien. Maar ik weet even niet meer waar. En Madelief zegt ook... Kan je niet iets van een witte kleur doen of een andere kleur? Of niet een meubel, maar een kleedje of een schilderijtje? Ja, we gaan de wc nog verder aankleden hoor. Het is niet zo muren klaar. WC klaar en een wasbak. En doei. Nee, gaat nog aankleden verder. Vampieren is goed. Die gaat het niet zijn. Vampieren is misschien niet de meest populaire gamepack, omdat niet iedereen graag speelt met vampieren. Maar als je gewoon echt los de Sims 4 vampieren beoordeelt op het thema en de inhoud en zo. Vampieren is gewoon echt een goede gamepack. Ouderschap is een populaire gamepack. Jungleavonturen zit ook al goed in elkaar. Ik twijfel. Misschien Strangerville ook wel. Want als je natuurlijk dat verhaal hebt uitgespeeld, is het een beetje klaar. Dan heb je natuurlijk nog wel de nieuwe wereld. En je hebt natuurlijk wel de spulletjes. Maar zonder dat verhaal is Strangerville best wel een magere gamepack. Dus dat zou misschien ook nog kunnen. Linnea zegt, de vampierenpack heb je niet. En Marlief denkt, of Wellnessdag of uit eten. Ja, ik denk ook wel dat Strangerville is misschien nog niet oud genoeg. En misschien niet... Ja, wat zou je daar nog aan kunnen updaten met Strangerville? Misschien nog een tweede verhaal of zo opeens erbij? Heel veel mensen dachten Wellnessdag, hè? We gaan het zien. We gaan het zien. Maar ik denk wel dat het in september komt. Omdat we natuurlijk gisteren een update hebben gekregen. En Gouden Meisje zegt, ik hoop uit eten dat duurt zo lang. Ja, en ook de bugs die erin zitten. Daar word je ook niet goed van natuurlijk. We hadden trouwens... Even kijken hoor. We hadden nieuwe kunst gekregen met de update. Hebben we even een muur. Hier. Dat we het goed kunnen zien. Welke is nieuw? Hair Vision heet het. Hair Vision. Oh, het heet niet Hair Vision in het spel. Heel frustrerend dan. Gaan we weer terug naar decoraties. Kunst. Nou, gaan we zoeken. Waar? Maar het spel is wel geüpdate, toch? Oh, ik heb. Ja. Heb ik mijn spel eigenlijk wel geüpdate? Hij start toch niet op als je de update nog niet hebt gedaan? Ik denk dat ik de update nog niet heb gedaan. Er is een. De of is. Deze is het niet, toch? Stevens Hill. Nee. Lekker stream kijken en opruimen vind ik een goede combinatie. Dat is zeker een goede combinatie. Of is het deze? Nee, die hadden we ook al met de vorige update. Dat is wel een dingetje, hè? Dat we de laatste paar patch updates krijgen, elke keer nieuwe kunst erbij. Volgens mij heb ik mijn spel nog niet geüpdate. Oké, we zitten er nu in. Ik heb hem nog niet. Nee, moet ik nog even updaten. Komt wel, komt wel. Maar lief zegt, ben ik de enige waarbij uit eten wel redelijk gaat. Vaak hoef ik maar in Sims tijd 30 of 60 minuten te wachten en hebben het binnen 30 minuten of zo op.
Nou, het probleem met uit eten is niet zozeer als jouw sim uit eten gaat, maar meer als jij dus speelt als restaurantmanager. Dat er best wel wat foutjes in het spel zitten, wat heel frustrerend is. Even kijken. Ik kan natuurlijk voor tegels gaan. En we zouden op zich kunnen kijken naar dit soort tegels. Dat is wel heel wit opeens. Grijs of donkergrijs om te matchen met die muur. Ik vind dit op zich wel stoer. Ik zou het dan wel eigenlijk willen draaien. Zo. Ik kan natuurlijk ook kijken voor steen. Maar ja. Nee. Nee. Of metaal. Nou ja, het is op zich niet een heel gek idee als ik dit zo zie. Die zou ik dat niet doen. Die ook niet. Vind ik iets te. Die past op zich ook nog wel. Maar die komt in weinig kleurtjes. Ik vind dit eigenlijk wel geinig. Ja, een beetje industrieel. Oké. Decoraties. Ten eerste wil ik even bij de muurdecoraties kijken. En Annette zegt, je zou hem nog niet zo. Of ik zou hem wat lichter grijs maken. Anders maak je hem nog kleiner dan de kamer al is. Ja, dat kan dus niet. Ik heb alleen maar zwartachtig, blauwachtig en bronsachtig. En brons vind ik nou weer niet zo goed passen hier. Maar we kunnen nog decoraties en zo ophangen. Nee, die gaan we niet ophangen. Kijk, we hebben dit soort dingen. Maar je hebt ook allemaal van die buizen en zo. Want het lijkt me wel tof om het echt een beetje industrieel te gaan maken. Met de komst van een nieuwe gamepack dan erbij. Wat is dit eigenlijk? Een regenketting. Oké. Nee, dat is gek. Ik zou nooit een zwarte badkamer of zo maken. Maar dit ziet er toch wel heel goed uit. Ik zou dus normaal ook nooit een zwarte badkamer maken. Maar ik deed deze muur. Toen dacht ik, dat vind ik eigenlijk wel leuk staan. En ik deed die vloer en dacht ik, oh, dat is ook wel geinig. En ik wil mezelf een beetje uitdagen om dus industriële dingen te. Kijk, dit soort dingen had ik in mijn hoofd. Het is een beetje jammer dat er die buis doorheen zit. Anders was het vet leuk om een muur heen geweest. Het nadeel hiervan is dat de schaduw niet meegaat. Dit zou ik dus vet leuk vinden om hier te doen. Maar de schaduw blijft. Kijk, dat moet je zien. Dat is toch geen pan? Wie staat er op 1 bij wie het meest naar je kijkt? Ja, Annette natuurlijk. Annette staat dik op 1. Van welk pakket is die lichte muur? Deze, van Wellnessdag. Wellnessdag heeft hele leuke tegels en zo. Kijken. Dat is een beetje ding. Kijk, Wellnessdag heeft dus. Ik zal wel even een kleurtje pakken. Dit soort tegels allemaal. Deze ook nog. Hele leuke dingen. En dus ook bijpassende vloertegels. Je kan met Wellnessdag echt een perfecte. Ja, een beetje zo'n Scandinavische spa-achtige badkamer en zo maken. Dagmar staat op 2, ja. dat heb ik heel vaak met spiegels en ramen. Dan wil ik ze kleiner maken, maar dat kan niet. Dat vind ik zo frustrerend. Ik snap het wel hoor, want spiegels hebben natuurlijk zit een gameplay aspect aan vast. En je sim moet natuurlijk op een bepaald punt kijken met hun ogen. Dus je kan ze ook spiegels ook niet verlagen of zo. Want dan werkt het natuurlijk heel gek. En met ramen weet ik niet wat de reden is. Maar ja, het is wel jammer. Even kijken. Tot juli sta ik op 178 uur. Ja, Annette staat er gewoon dik op 1. Nou, Dagmar. Hoezo minder kijken? Wil je niet op 2 staan? Jeetje.
Nee, dit is gek. Het is leuk om met een andere wc... Oeh, wacht eens even. Hoppatee. Oké, badkamer gaat ook echt industriële vibe krijgen. Ik ga hem gewoon uitdagen. En het, voor een kitpack, hè. Een kitpakket zit zo weinig nieuwe dingetjes in. Dus we gaan hem niet heel veel kunnen gebruiken met die pack dan. Maar ik vind het wel leuk. Mezelf uit mijn comfortzone halen. Ik ben altijd een huge ventilatierooster. Hier, kijk, licht. We hebben iets lichter. dacht maar, ik wil op 1, maar dat haal ik nooit. Dus dan ga ik maar naar plaats 3. Dus dan denk je, ik haal 1 niet. Ik heb 2. Nee, dan wil ik op 3. Dagmar heeft een vreemde... Oh, kijk. Dit soort dingen. Dit is perfect. Hier, die kan om de deur heen. Is hij wel een verkleiner? En dan maken we deze heel licht. Ja, gewoon grijs dan. Heel cool. Hey Simmer. Hoi Max. We hebben hier ook nog dit soort buizen. Wacht. Jij gaat dan in deze hoek. Want dan hangen we hier nog de wc-rol op. En dan ga jij eentje kleiner. Gewoon hier zo naast de deur. Zo. Ik zal voortaan incognito kijken. Tot over 50 uur. Was het leuk, Annette. Tot over een maand of 2. Ik zie allemaal dingetjes waarvan ik denk, dat is geinig. Nee, ik vind die toch een beetje gek hier. Een band erop hangen. Nee. Emma Kay, dankjewel voor het volgen. Welkom. Dit vind ik vind industrieel lastig hoor. Want we zitten. Ja, ik kan ook nog kunst ophangen trouwens. Hier komt een wc-rol. Ik moet nog een handdoekje. Maar ik vind industrieel wel lastig. Ja, ik heb hier nu al genoeg buizen. In de badkamer kunnen we alweer buizen doen. Kijk, dit soort dingen is heel leuk industrieel voor de keuken. Maar wat is dit? Holy. De stroomisolator. Deze geavanceerde stroomisolator is zo stil dat je zijn aanwezigheid nauwelijks opmerkt. Je hoeft je nooit zorgen te maken dat deze krachtpatser jouw dagelijkse activiteit ontbreekt. Dit is ook wel cool. Nou, daar komt het. Hier hebben we niks. Kan niet verkleind worden? Hier, mooi kunstwerk. Gewoon als decoratie daar. Geen idee wat ik voor de rest hier wil doen. Dit wordt toch de gang. Dus we moeten nog een kapstokje hebben. En plekken voor je schoenen en een kastje of zo. En dan hier een deur of een opening naar de keuken. Ik vind het wel geinig. Je hebt van dit soort rekjes van sneeuwpret. Ik denk dat het ook leuk staat als je die in het wit van boven naar beneden onder elkaar plaatst. We gaan kijken. Deze is ook tof. Naam in neonletters, nee. De supervent. Gaan we een heel stoer huis van maken. Wat zit daarachter? Zit ook een kamer achter.
Ik weet het niet. Ik plaats hem daar nu even. Misschien verplaats ik hem nog. Het heeft wel iets geinigs als decoratie. Om het huis wat stoerder te maken. Misschien krijgt het een ander plekje. Want ik weet niet of ik zeg maar hier een ruimte naar die ruimte wil doen. Of dat ik dat vanuit de keuken doe. Dagmar, ga nog even rusten. Rust lekker uit. Alles gaat hier prima. Ik ben alleen een beetje aan het strukkelen. Want ik doe dus mee met de Mipuki shell. En ik dacht nog toen ik dat huis... Toen ze begon met die shell, toen dacht ik... Oh, ik heb er een idee voor. Nou, toen werd ik ziek. En nu weet ik dus totaal niet meer wat mijn idee was. Toen kwam ik erachter aan het begin van de stream. Dat ik dit huis ging downloaden. Dat ik dacht... Oké, dit heeft wel een hele lastige indeling. Want er is bijvoorbeeld beneden geen kleine ruimte waarvan je denkt, daar maken we een wc van. Dus die komt nu boven. En dan komt er boven ook nog een aparte badkamer. Zodat ze wel op twee plekken kunnen plassen. Of dat er eentje kan douchen en een ander ook nog gewoon kan plassen. Toen dacht ik, dit is zeg maar een mooie ruimte wat je als gang kan gebruiken. Omdat er best wel wat ruimtes, eigenlijk alle ruimtes sluiten erop aan. Maar ik was aan het struggelen met de trap, dat lukte gewoon niet. En nu is de trap hier achter in de hoek gekomen. Ik ben er echt heel trots op. Als ik dit zo zie met die fide. Oh wacht, hier moet ook nog kunst. Als ik dat ding hierop hang. Dat is ook wel cool. Zo. Dus ja, ik ben een beetje aan het strukken met het huis. En omdat morgen natuurlijk de kitpakket uitkomt, industriële loft. En Dagmar tot nu toe alles compleet heeft, dus misschien ook industriële loft erbij gaat kopen. Ben ik het huis ook nog eens een industriële touch aan het geven. Wat ik wel een leuke stijl vind. Maar tot nu toe gebruik ik vaak industrieel als in de details. Ook in mijn eigen huis heb ik bijvoorbeeld wel industrieel behang. Of hier en daar een lamp met een industriële vibe. Maar het is niet mijn hoofdstijl of zo. Dus het is voor mij best wel een uitdaging om die nu aan te gaan. En als Dagmar dus de Sims industriële loft gaat kopen, dan kan ik die er ook bij gaan verwerken in het huis. Is het misschien niet leuk om het hele huis industrieel te maken? Ja, daar ben ik dus nu mee bezig. Een shell challenge, wat klinkt niet als een tankstation bouwen? Een shell challenge, shell is Engels voor huls. Dus oftewel de huls van een huis. Dagmar heeft dus de vorm van dit huis gebouwd. En nou moet ik ermee gaan puzzelen om het in te richten. Dat is een shell challenge. En we waren hier bij decoraties bezig. Muurdecoraties. Ergens waar ik opeens die hele grote muurventilator tegenkwam. Waar was ik gebleven? Oh ja, die pannen zie ik hier. Oeh. Oh, zeg maar alsjeblieft dat ik deze kan verkleinen. Ja! Oh, oké. Ja, oké. Nou, dan gaat deze eraan. Deze voor nu ook even. Dit is top. Dit is top. Linnea zegt, ik snap die kit niet zo goed. Nee, weet je wat het is? Ik heb het op het Town of Plumops forum heb ik het ook al gezegd. Daar heb ik een topic aan gemaakt. Dus als je lid bent op het forum, er is een topic over de Sims industriële loft kit. Wat ik daar dus al heb gezegd, is dat het industrieel vind ik een leuke stijl. Dus ik vind het een leuke kit op hoe het er op dat moment uitziet. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de vorige kit die uitkwam. Dat was de Sims 4 binnenplaatsoase. De binnenplaatsoase is echt iets heel specifieks. Een unieke stijl. En dat, dan vind ik dat meer van toegevoegde waarde dan een industriële stijl. Want ga mij niet vertellen dat EA niet nog in dit najaar of volgend jaar met of een gamepack gaat komen. Of een accessoirespakket gaat komen. Of een uitbreidingspakket gaat komen. Waar je de industriële stijl in kan verwerken. Dat was met de binnenplaatsenoase natuurlijk minder. Dat was heel specifiek, ja, Grieks-Turkse stijl. En industrieel kan je veel meer dingen verwerken. Dus het ziet er leuk uit, maar ik vind het een beetje overbodig voor een kitpakket.
Dat is een beetje mijn mening op dit moment. Maar het lief ligt even uit dat er 4 soorten pakketten zijn inderdaad. Ja, je hebt zeg maar de uitbreidingspakketten. Dat is zeg maar 1 groot thema met allemaal onderwerpen die gekoppeld zijn aan het thema. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de Simsje honden en katten. Dat is een uitbreidingspakket. Dan heb je honden, je hebt katten, je hebt dierenhuid, dierenarts. Je hebt een landelijke stijl die je erbij krijgt qua interieur. Je hebt een nieuwe wereld die heel erg een beetje past bij de honden- en kattenvibe. Waar je ook je hond kan uitlaten en zo. Je hebt een strand, je hebt een bosgedeelte en je hebt een beetje een havengedeelte. Wat dan weer logisch is met katten. Dat zijn uitbreidingspakketten. Dan heb je gamepacks. Die hebben dan 1 thema en gaan daar heel diep op dat specifieke thema in. Bijvoorbeeld vampieren. Dus duistere wereld, Victoriaanse stijl, de levensfase vampieren. Met allerlei zwaktes en krachten en zo. Dan heb je accessoirespakketten, dat is altijd 1 bepaald onderwerp. Bolen, een achtertuin, dat soort dingetjes. En dan heb je kitpakket, dat is eigenlijk gewoon 3, 4, 5 items of zo. Dat is gewoon mini-mini. Dat is gewoon het mini-kindermenu, zeg maar. En dan denk ik, ja, weet je, als je dan al een kitpakket uitbrengt, maak het dan wel iets waarvan je zegt, hey, dat is wel nog dat je denkt de 5 euro waard om dat toe te voegen aan je spel. En dat vind ik van een industriële stijl niet zo. Ik vind persoonlijk dat je een industriële stijl ook wel in gamepacks of uitbreidingspakketten kan verwerken. Oké, er was iets van sneeuwpret volgens Madelief. Sneeuwpret. Daar. Deze. Bedoelde je deze? De zeepproducten? Ook tralies. Ook nog zo'n kastje, dat is wel heel groot. De keukenkit is wel leuk. Die andere voor ons niet. Ja, maar de keukenkit is een beetje een nice streak. Omdat je kreeg dus eerst de Simsier landelijke keukenkit voor 5 euro. En dan even later, ja, de Simsier landelijk leven. Met ook een landelijke keuken erin. En ik denk, had het dan gewoon daarbij gestoken. De meest loyale werknemerprijs. Nee. Ja, je hebt dus. Dit zijn dus C-producten. Op zich kan er wel eentje ophangen. Omdat. Maar dit is met roze. Oh, wacht. We hebben hier paars, blauw en turquoise. Dit is met blauw. Doen we deze. Kijk, zeepjes. Waarom zit er geen handdoek? Waarom heb ik geen handdoek gezien? Oh ja, zulke handdoeken. Maar dat, ja. Hier hebben we nog meer. Oh ja, wc-papier. Wc-papier. Zo. Boerenland. Nee, het is landelijk leven. Welk handdoekrekje ga ik gebruiken? Deze. Kijk, witte handdoeken. We hebben toch nog wat. Dit vind ik jammer. Als ze nou even het andersom hadden gedaan, hè? Dat je dan die hoge. Die grote aan de. Ja. Dit is zo groot opeens. Zo dan. Doen we het zo. Maar het lief heeft. Noemt even het pakket op. Ja, ik ga even kijken bij de kunst. Ik twijfel over deze. Ik vind het een leuke. Maar ik vind het heel raar. Ik had het liever dat lage hier en dat hoge hier. Ik denk dat ik het toch even ga veranderen. Met zo'n ring niet. Ja, maar dan wordt het weer zwart. Hebben we niet nog wat anders? Waarom hebben ze dat? Dit is muurdecoratie en dat staat bij diverse. En niet bij muurdecoratie. Maar hier hebben we ook handdoeken wat muurdecoratie is. En dat staat hier bij muurdecoratie. Weet je, we gaan dan wel maar gewoon voor die. PS5 en Xbox NL. Dankjewel voor het volgen. Je bent alleen op de verkeerde plek, want er is niks van PS5 streams en niks van Xbox streams hier te vinden. Maar welkom.
Charlotte moet gaan. Leuk dat je daar even was. En ik hoop dat je lekker hebt kunnen opruimen in de tussentijd. Oké. Okay. Kunst. Dingen voor aan de muur. Ik weet niet. Maar deze komt ook natuurlijk met heel veel toffe. Dit soort dingen. Oeh, die laatste. Krijgen we wel wat kleur. Aan die kant dan. Voor jullie lila rechtshandige maar een keer. Dan doen we het zeepje doen we dan hier. Voor mij, linkshandig. Oké, top. Hang die theedoeken eindelijk eens goed. Ja, ik kan heel perfectionistisch zijn hoor. Helemaal nu ik gewoon iets wil gaan proberen met industrieel. En ook een beetje uit mijn comfortzone. Wat doe je dan hier, PS5 Xbox? Ik kom niet om games te kijken. Game liever zelf. Oké, dan ben je hier wel helemaal op de verkeerde plek. Miss Divi zegt, die indeling snap ik soms ook niet. Net als die fruitschaal. Je hebt meerdere fruitschalen en je hebt ook meerdere afwasrekken. En die zitten op verschillende categorieën. Heel frustrerend. Ik denk, stop dat gewoon bij hetzelfde. Vind je het gek dat we altijd alles aan het zoeken zijn de hele tijd? Wat ga ik hier nog doen? Plantje misschien. Zo'n hangplantje. We hebben van die... hier, deze. Eentje kleiner. Nou ja, geel kan op zich wel. Het zit hier geel in, maar het is weer een beetje anders geschil, hè? Blauw. Doen we ook blauw. Oké. Okay. Linia zegt, bij ons hangt of staat alles linkshandig. Ja, bij mij hangt mijn wc-rol ook links. Maar dat was ook omdat de gaatjes daar al zaten. Maar ik ben ook links, dus dat is helemaal, vond ik helemaal niet vervelend. Nou, hoef eigenlijk alleen nog maar de verlichting. Dus deze mag weg. Zo. En misschien, ja, gaan we een matje doen bij de wc? Eerst even een lampje. Je hebt ook stoelen van stedelijk leven. Ja, ik ben nu met de wc bezig. deze kan. Even een ruime plek. We hebben geen ruime kamers hier. Waar ik... Oh, hier. Hier kan ik het goed zien. Oké, we hebben die. En de lamp verdwijnt. That's right. Goede avond. Nog een maandje en dan alweer een jaar sub Kimpul groet Kimpul hart. Welkom Brenda. Uitroepteken vlag voor Brenda. 11 maanden, jeetje. En allemaal hartjes in de chat. Allemaal feestelijk emoties in de chat en hartjes in de chat voor Brenda. Dan ga ik zo jouw vlaggetje schrijven, maar ik ben benieuwd welke kleur je wil. Ik kan ook weer voor deze gaan, hè. Die doe ik altijd. Laat ik die nu eens niet doen. Die is ook, ja, kan industrieel zijn. Heeft ook wat vintage dingen. Die is heel lang, dus dat lijkt me niet handig. Deze ook. Star Wars heeft ook van die hele toffe dingen. Vind ik die toffer. Ja, jij bent al vervangen. Die kunnen we in een andere kamer doen. Ik denk dat het Star Wars pakket nu een keer van pas gaat komen. Ik gebruik die niet zo vaak. Brenda zegt groen. Oké, er komt een groen vlaggetje voor Brenda. Nou, wordt groen weer een stukje populairder. Kijk, ik zie Max al heel veel hartjes droppen. Hier is jouw vlaggetje. Dankjewel voor je subje. 11 maanden. Nou, ik heb één groen links en eentje rechts. Dus dan steek ik jou hier zo in het midden.
Hoppatee. Madelief typt hartje. Ik heb geen hartje, dus dan maar zo. Als je kijkt naar je toetsenbord. Ik weet niet of je kijkt op je telefoon of niet. Maar zeg maar hekje openen en een 3. Ik typ het nu even zo. Als je die aan elkaar typt, krijg je het standaard Twitch hartje. Ik heb nu wel toevallig een andere, maar dan krijg je gewoon een paars hartje. Dus je hebt sowieso een hartje. Die kan je er altijd in gooien. Weet iemand waarom ik die plus en min niet kan doen om de kleuren aan te passen? Omdat jij het niet doet met je numeriek toetsenbord, maar met je gewoon toetsenbord. Ik kan mijn toetsenbord alleen net niet optillen. Je hebt zeg maar je letters en dan 1 tot en met 9 en dan 0. En dan plus min, die moet je niet hebben. Je hebt aan de rechterkant ook nog nummertjes. En dat is je numeriek toetsenbord. En daar staat ook een plus en een min. Die moet je gebruiken. Dat is het verschil. Oké, ik ga deze doen. En die gaan we dan 2 keer verkleinen, zodat je niet met je hoofd er tegenaan stoot. En dan is de badkamer bijna klaar, want ik vergeet weer dat kleedje. Geweef is niet echt stoer, hè? Zal ik gewoon voor zo eentje gaan? Hier een beetje geel. Of hier zit een beetje blauw in. Hier zit een beetje geel in. Komt dat kussen ook weer terug? Of, want hoe ziet die blauwe eruit? Ja, die is donker. Vind ik ook mooi. Oké. Chat, geel of blauw? Of, ik heb een idee. Ik weet het niet. Oh, dat verschilt per laptop. De ene laptop heeft het wel mannenlief, de andere niet. Het ligt aan hoe groot je laptop in de breedte is. Mijn huidige laptop die op tafel staat, heeft het inderdaad ook niet. Maar mijn vorige wel. Hoi kat. Aubrey, ze zien je. Nee? Geen hallo terug? Nee, hij heeft er geen zin in. Even kijken. Maar lief, geel vind ik beter, want blauw is net niet dezelfde kleur van het schilderij. Ja, hè? En dit was een geinig idee in mijn hoofd geweest, maar het werkt niet helemaal. Oké, dan noemen we hem in het geel. Zo. Nog één ding dan proberen. Zo. Blauw randje erbij. Hij is het toch geel en blauw. En hij is een beetje anders. Nou, ik denk dat we een hele toffe wc hebben. Ik ga even opslaan tussendoor. Hoi, Miss Stevie. Heb je nu ook gegeten of zit je nu met je bord? Oh nee, je was naar de pc geswitcht. Maar lief zegt, kan je misschien zo'n rondkleedje doen? Dan loopt hij ook achter de wc een stukje door. Ja, maar eigenlijk kan dit al niet eens, zie ik nu. Want de wc staat op de grond, zeg maar. Maar ze hebben geen echte wc-kleedjes hier. Kijk, de wc staat eigenlijk hier op de grond. Dat mis ik in het spel. Speciale wc-kleedjes, zeg maar. Van die die je precies zo eromheen schuift. Om je pot. We doen hem zo. Oké, wc is klaar. Laten we dit dan even meenemen naar de badkamer. En de deur gewoon lekker er tegenover. Dat is wel handig. Ik vind dit oprecht een heel tof idee voor de wc. That's right. Zo. That's right. Yo, Max. Oh, Marlena van de W krijgt een subje. Ik weet niet of ze er nu is. Maar lief. Allemaal hartjes in de chat. Thanks, wat lief, Max. Kijk, maar lief heeft het ontdekt, hoor. Hoe ze de hartjes moet delen. Zo. Het was willekeurig. Even kijken, hoor. Staat ze in de kijkerslijst?
Ja, misschien is ze er. Als ze er is, roep een kleur. Ik laat die wc trouwens ook gewoon hier staan. Ik vind het wel een goed plekje, denk ik. Nou, weet ik eigenlijk niet. Want hier kan ook wel een douche of een bad. Oh, ze is er. Nou, wat leuk. Nou, dan mag je een kleurtje kiezen. Gaan we zo'n vlaggetje voor je schrijven. Oké, dit is leuk, een ruime badkamer. Maar dan denk ik altijd, hoe ga ik de indeling doen? Ik besef me nou ook dat de wc compleet geen ramen heeft. Is dat erg? nou ja, hier komt een kast. Dus we hebben hier dan een raam. En dan doe ik gewoon hier hetzelfde raam. Oh, nee. Hetzelfde raam. Ongeveer op dezelfde hoogte. Zo. Omgedraaid natuurlijk. Oh, spel. Kom op. Oh nee, hij niet goed. Nee, niet. Zo. Zo. Even kijken. Ah, Marlena de Zoon zegt rood. Komt er een rood vlaggetje bij? Jeetje! Jeetje! Max, gedraag je. Vet lief, maar wat veel. Dankjewel. Nog meer hartjes en gooi allemaal leuke emotes in de chat. Ga ik even het vlaggetje voor Marlene schrijven en dan komt er dus nog eentje bij voor Madelief. Nou, kan je meteen mijn pulshartje gebruiken? Zo, die gaan we erbij steken. Oh, je zit naast Max, dat is grappig. En Madelief, welke kleur wil jij? Kim Puls Clan. Nou, we hebben nu twee namen. We hebben de Pulsies en we hebben de Kim Puls Clan. Zal ik dat dan de subjes noemen? Want in mijn Discord heten mijn volgers heten de Pulsies. Maar mijn subs heten gewoon Twitch subs of Twitch abonnees. Misschien dat ik dan de Twitch abonnees nu de Puls Clan noem of zo. Maar liefst zit te twijfelen tussen geel en roze. Doe maar geel. Het wordt geel. En het is jouw eerste subje. Oh, dat is leuk. Madelief 024. Zo, jouw vlaggetje zit er ook bij. Maak een poll, is mijn idee. Bol, waarover? Oh, nee, ja, maar ik vind Puls Clan vind ik heel grappig. Dus dan mijn volgers in mijn Discord en iedereen gewoon in het algemeen heet dan de Pulsies. En dan doen we de Twitch-abonnees, doen we dan de Puls Clan. Vind ik wel leuk, want daar had ik nog geen naam voor in mijn Discord. Het is gewoon, heb je de Pulsies en dan heb je Twitch-abonnees. Dus je denkt, nou, daar mag ook wel wat leuks voor. Oh ja, ik was bezig met het struggelen van de badkamer. Zal ik eerst even kijken? Want ik mag dus geen muren neerzetten. Ik moest even denken, waar staat het ook weer onder? We hebben sanitair. Dit is op zich wel een hele toffe. Die heeft ook wel die stoere patroon in het glas. Deze heeft ook leuke printjes, maar is dat industrieel? Nou, als je kijkt dan naar die zwarte, vind ik dit meer retro. Die doen we niet. Succes met koken, Madelief. Eet smakelijk zometeen. Ik kan natuurlijk ook zelf nog een douche maken. Alleen het ding daarvan is... is dat ik geen muren mag plaatsen. Dus dan moet ik iets gaan doen met scheidingswanden en zo. Dat kan op zich ook nog wel. Even kijken. Als ik dat zou doen, dan zou ik die hier plaatsen. En die dan iets... Ik zet deze even op plan B. Dat is de plan B douche. Dit wordt de plan A douche. Mogen halve muren wel? Even kijken hoor, de Mipucky Shell. Regels waren buitenmuren, geen binnenmuren. Hekjes mochten volgens mij wel. Ik zie, blijf aan mijn muren af. Maak er geen hekjes van. Je mag wel een kleurtje geven. Buitenmuren mag je toevoegen aan Michelle. Geen binnenmuren bijbouwen. Je mag het huis verhogen. En je mag er een veranda aan het huis vastmaken. Nou, deadline. Hashtag. Openbare locaties. Even de vragen doorlezen. Je mag de kavel draaien. Je mag...
Alleen Annette mag de shell alleen met een tuin inleveren. Even kijken hoor, wat zijn er voor nog meer voor vragen gesteld? Voor de rest zijn er alleen maar mensen. Ja, ik heb het ingeleverd. Oh! Er is extra informatie bijgekomen. Het nieuwe kitpakket die dus morgen uitkomt, mogen we ook gaan gebruiken. Oké, nou dan zijn we lekker bezig met de industriële vibe. Maar ik zie dus niks over halve muren en zo. Ik werk aan de Shell Challenge van Meepukkie Games. Zij heeft het huis gebouwd en dus alle muren geplaatst. En nu is het mijn uitdaging om dat leuk in te richten. En ik struggelde al met het feit dat er beneden geen kamer is die geschikt is voor wc. En waar ik de trap moest laten. Maar uiteindelijk, ik ben heel blij met de wc. En ik ben ook heel blij, vooral het bovenste gedeelte vind ik heel tof. Ik weet nog niet zo goed hoe ik het hier beneden ga doen. Dat voelt nu nog heel kaal en donker aan. Misschien dat ik hier ook nog iets, deze muur een ander patroontje geef. Maar hierboven, dit vind ik heel tof. Wc kan wel buiten, die hebben we hoor in de Sims. Kijk. Hoppatee. Je kan het in een struik doen. Of in deze struik doen. Of in deze struik doen. Maar het kan buiten. En we hebben ook dit soort hokjes. En dit soort huisjes. Dus het kan. Zo. Maar ja, ik weet dus niet of je... hoe heet het? Halve muren mag plaatsen. Dat staat er niet bij. Maar we hebben natuurlijk ook bij decoraties van die scheidingsbanden en zo. Zal het onder diverse staan? Daar kan je ook wel leuk mee spelen. Kijk, we hebben deze van bowling, maar dit is heel erg retro. Dat gaan we niet doen. Dat is wel... Als je ooit een huis wil maken met een vibe van de 70s show, dan hier een douche mee gaan maken. Kijk, we hebben dit soort wandjes. Kijk, oeh. Oeh. Maar dit wordt wel heel groot. Moet je helemaal omlopen om erin te komen. Maar ik vind hem wel tof. Hij komt ook met zwart, wit, goud, stippeltjes. Vind ik wel weer heel heftig. Oh. Dit vind ik ook heel cool. Ja. Het is wel heel heftig, hè, dat goud. Ik kan dus voor zwart gaan. Ik kan ook voor goud gaan. Doen we hier ook een kleurtje in verwerken? We hebben hier natuurlijk blauw en geel in verwerkt. Dan doen we hier wel een beetje dat bronsgoudachtig erbij. En die komt niet in een andere kleur. Oké, die dus niet. Deze. Dan gaan we niet voor die zwart met blauw, maar dan gaan we hier. Voor de zwart met een beetje rood brons. Dat past er wel heel goed bij. Oh, ik vind dit wel geinig. Oké, ik ga nog even verder kijken hoor. Misschien kom ik iets tegen waarvan ik denk, oh dat is ook leuk. Want ik zat dus eigenlijk te denken aan dit soort dingen. Aan deze. Maar ik vind het glas heel tof. En dan kunnen we misschien een kastje ervoor zetten. Maar dan moet ik er weer denken, waar laat ik de wasbak? Of ik... Oeh, jeetje. Robert Wit, dankjewel voor je Prime Sub. En welkom. Uitroepteken, vlag in de chat voor Robert Wit. We hebben hier nog meer. Met van die zes hoeken erin. Dit lijkt me niet praktisch, want dan komt het water er gewoon doorheen. ik denk dat ik het hou bij dat glas. Ik vind dat glas heel tof. Ik zie voor de rest geen optie waarvan ik denk, doe me die maar. Groen. Het wordt een groen vlaggetje. Welkom. Allemaal weer feestelijke emoties in de chat. Drop je hartjes. Zo. En hier is jouw vlaggetje. Met een eentje op de achterkant. Thanks voor je subje. Welkom. Die gaan we erbij steken. Kijk, groen is een stuk populairder opeens. Meestal is groen niet de populairste kleur. Ik heb nou al vier groene vlaggetjes erbij vandaag. Oh, Omri wordt wakker. Nee? Omri? Ja. Zo, oké. Nou, voor degenen die dus net binnen zijn gekomen. We zijn de Shell Challenge van Meepukkie Games aan het doen.
En ik ben nu bezig met de badkamer. Misschien dat ik die niet voor de deur neerzet. Hallo, waar ben je? Hier neerzet met de wc ervoor. Is dit gek? Het hele huis is gek, maar oké. Omri wou er ook even bij zijn, hè? Nu zit hij achter me. Ja. En Björn is weer terug. Heb je smakelijk gegeten? Nee, ik vond de wc daar leuker. Gaat even terug, terug. Zo, ik vond de wc daar leuker. Dan denk ik, hier een kastje doe. Ik zit alleen een beetje, waar laat ik dan de wasbak? Laat ik die ook hier? Of ik kan ook de deur natuurlijk nog verplaatsen, hè? Het hoeft er niet direct er tegenover. Ik kan zelfs nog de deur ook hier neerzetten. Laten we even kijken voor een kastje. Opbergruimte. Iets industriëlers. Kan je deze verkleinen? Je kan ze wel verkleinen. Oh, die pootjes. Zwart met wit en goud. Perfect. Zitten er echt hot pink pootjes onder? Wie heeft dat bedacht? Ja, maar ik vind dit weer te licht. Oh, ik twijfel, want het is wel een geinig idee om hier een kastje voor te zetten. Maar het is een beetje lastig om dat goed te zien. Thanks voor je lurk, Robert. En je subje nog. En sommige kasten zijn zo lomp en zo groot. Wacht eens even. Ja, of ik draai deze. Nee, hier niet, want hier zitten knopjes. Dit vind ik leuk. Hoi Britt, welkom. Ja, je kan ook nog wel kijken bij de bijzettafeltje. Maar ik denk dat ik hier gewoon een badjas ophang. Hier langs het frame. En dan zetten we hier wat spulletjes op. En dan doen we hier nog wel een handdoekrekje of zo. Kimmer de Simmer. Thanks, Max. Britt zegt, wat is het mooi. Je ziet alleen dit stukje, maar dankjewel. Ik ben mezelf aan het uitdagen. En ik ben tot nu toe tevreden met alles wat eruit komt. Zullen we hier dan die andere spiegel doen? Of misschien hier een spiegel die twee breed is. Dat kan natuurlijk ook nog. Die is te groot. Oh, dit vind ik ook interessant. Ik weet het niet. Dit is lastig. Deze komt zeker niet in het zwart. Was dat zwart? That's right. Oh! That's right. That's right, that's right, that's right. Dat ik dat durf vergeten. Kimp Ulhart, Miepukilove, Miepukilove. Dankjewel voor je prime subje, Dagmar. 13 maanden. Nou, ook uitroepteken vlag voor Dagmar. Jeetje, mensen. Wat een liefde. Ik vind je heel lief vandaag allemaal. Geel. Geel. Hartjes in de chat voor Dagmar. Zo, hier komt jouw vlaggetje. Thanks voor je sipje, Dagmar. En gooi allemaal leuke hartjes in de chat. En feestelijke emoties in de chat. Zo. Vet veel liefde vandaag. Echt. Jullie zijn geweldig. Jullie zijn sowieso geweldig. Maar het verbaast me gewoon hoeveel subjes er vandaag gekomen zijn.
Oké. Okay. De strijd naar de spiegel. Nee, dat wordt te druk hier. Die is te laag. Ja, dan denk ik toch één van die twee. Zo. Of die gouden. Heel kietjerig op twee. Ik vind het ook wel geinig. Miss Didi, jij zit nu toch achter de computer. Wil jij een polletje maken? En dan de pol voor de langwerpige spiegel. De zwarte ronde spiegel. Of de gouden spiegel. Ik ging net zeggen en anders niet. Nee, jullie zijn altijd lief. Ik ben gewoon een beetje verbaasd. Ik ben het niet gewend. Dan ga ik ondertussen even op zoek naar de badjas. En dan kunnen jullie kijken hier voor de langwerpige spiegel, de zwarte ronde spiegel of de gouden spiegel. Als het polletje er is, dan mogen jullie erop stemmen. En de badjas zit natuurlijk weer niet bij muurdecoratie. Ook al is het muurdecoratie, zit het dan hier? Ja, hier. Ja, ik wil hem hoger hebben. Dat trapt hij niet in. Oké, wacht. Waar heb ik de badjas gelaten? Oh, die had ik niet geplaatst. Oké, sorry. Ja, ovaal. Je snapt wat ik bedoel. Zo. Nee. Alleen de muur. Niet de badjas. Goed zo. En de langwerpige spiegel heeft gewonnen. Oké, nou dan laten we die hangen. Kijk, zo. Dan gaan die twee weg. Zo. En de badjas hangt nu lekker hoog. Heb ik in de tussentijd ook even gefixt. Dan kunnen we hier ook nog wat spulletjes op zetten. De tandenborstel. En handdoekjes. En wat kunnen we er nog meer op zetten? Want de ruimte is al aardig op. Wat is dit? Het Batoe reclamebord. Kan jij kleiner? Oh, je kan wel kleiner, maar de lampjes verkleinen niet mee. Verdorie. Nou, ik zet jou dan nu even hier neer. Wie weet dat ik nog iets bedenk voor die. Hij kan misschien ook wel leuk in de keuken. Hoi Hanna, welkom. Moet hij trouwens ook nog een raam? We kunnen er ook wel zo'n... Ik ga voorlopig even dus Moschino ramen gebruiken. Maar ik weet dat er dus in die nieuwe pack ramen bij zitten. En dan misschien dat we ze dan nog kunnen vervangen. Want ik zag in Discord... Dag maar, ik zag in Discord dat het dus mag. Oh, is ook een mooie kleur dit. En dan heb je zwarte frame. Zwarte roede. Ja, ik hou tot die blauwe. Oké, een beetje blauw erbij. Ja, dat heb je gelezen. Ja, dat heb ik gelezen, ja. Is dat weer anders blauw? Nee, die laten we dan wel geel.
Ik vind het een leuke badkamer worden. Er moeten nog wel wat industriële touches bij. We kunnen hier dan wel zo'n buis ophangen die ik eerder heb weggedaan. Kijk. Moet ik wel eentje kleiner maken, want Sims moeten natuurlijk nog wel langs kunnen lopen. Zo. Wat voor muur gaan we erbij doen? Ik pak eerst even dezelfde muur als daar. Zo. Wat ik eigenlijk al meteen heel tof vind staan. Maar het is ook alweer donker. Zoiets dan. Dan mag de deur. Zo. Ik vind dit oprecht een hele toffe badkamer. Dan hangen we daar gewoon dezelfde lamp op. Die we hier ook hebben hangen. Dat is de wasbak. De techneutlamp. Zo. Die eruit. Maar deze kamer kan nog wel wat extra licht verbruiken. En hier moet ook nog wat. Die ene buis die ik eerder had, maakt volgens mij de bocht die kant op. Dus dat kan wel. Oh ja, en we hebben dit. Dit is de verticale spuitstukken. Zo, nou heb je een douche met hier water en hier water. Maar ik weet niet, ik vind het hier aan de bovenkant niet zo mooi. En dit is dan weer gek, als hier dan ook nog water uit zou komen. Misschien dat ik deze hier doe. Dat je water van boven hebt, maar je kan ook nog van de zijkant krijgen. Ah, die kleuren. Nou, doen we wel blauw, want de gordijn heeft ook blauw. Zo. Een spannende douche dit, jongens. Gewoon, je kan je van boven water krijgen, van de zijkant ook nog. Oké. Oh ja, ik was op zoek naar die buis, hè. Deze. Perfect. Oh, ik vind dit heel tof. En het moet eigenlijk... Moet er nog wel wat extra verlichting. Want ik vind het voor een badkamer. Kijk, de wc. Kleine ruimte, één lampje voldoende. Hier. Eens even donker maken. Het geeft wel licht. Dit geeft een heel klein beetje licht. En een lampje geeft wel een beetje licht. Maar om nou echt te zeggen van nou, dit is een hele fijne belichting. Kijken of we nog iets van een muurlampje hebben. Daar, verlichting. En dan de muurlampjes. Het wordt altijd een beetje lastig, want ik vind muurlampjes vaak heel lelijk. Aan de andere kant, je hebt hier wel veel meer dingen die onder industrieel vallen, wat ik normaal nooit gebruik. Dit is lekker veilig in de douche. Dit zou bijvoorbeeld kunnen. Zou ik die eerder daar plaatsen? Oeh. Maar dan kom je door dat spuitstik komt er doorheen. En dit is nou ook niet dat je zegt heel erg veilig. Ik vind het wel heel tof. Houden, gaan we daar rekening mee houden of niet? Ik zal het zo laten zien. Ik ben nu even een lampje aan het zoeken. Oh, dit vind ik lastig. Het lichtportaal. Nee.
zo'n strook. Oeh, wacht. Hoe ziet dat eruit achter de douche? Dat is wel heel heftig, hè? Achter de buis ook. Nee, ik vind die mooi. Oh, wat ga ik doen met de belichting? Ik ga toch even kijken voor het plafondlampje. Misschien dat ik gewoon een spotje hang, hoor, boven de douche. Ik denk dat ik dat maar doe. Ja. Zo'n kleintje. In het goud. Top. Oké. Okay. Hier. Extra verlichting. Zo. Oké. Okay. Nou, Madelief, welkom terug. Dit is de badkamer geworden. Ik heb hier zo'n plaat. Glazen plaat van Moschino neergezet. Mooi badjas erbij. En dan heb je dus hier de douche. Met nog een of ander spuitding geval van Star Wars. Dus je kan ook water van de zijkant krijgen. Als je je oren wil schoonspoelen of zo. En dit ding is van Star Wars. Daar heb ik dus die kom ingezet. Spiegeltje erbij, decoraties erbij. Ik mis alleen nog een plek eigenlijk voor handdoekrekken. En ik zie ook dat ik de wc-rol nog ben vergeten. Die jatten we gewoon vandaar. Zo, wc-rol erbij. Ik denk dat dat plantje wat ik hier heb hangen ook wel leuk is voor de badkamer. Zo, ik ga trouwens deze ding die ik hier in de wc heb nu niet in de badkamer doen. Aangezien we dit ding ook al hebben, dan wordt het wel heel veel druk aan één muur. Maar ik denk wel dat ik even dat matje jat. Zo. Ietsjes verder. Zo. Dit is weer een andere kleur. Oh, dat wilde ik niet. Die onderste maken we... Dat is blauw. Ik wil die gele. Die onderste maken we dan... grijs. En dan maken we die blauwe maken we dan wel geel. Zo. Nee, grijs zie je niet. Dan maken we die toch blauw. Zo'n klein detail, dan zie je niet dat het een compleet andere kleur is. Hoi Lianne, welkom. En Frozix ook welkom. En Madelief zegt de badkamer is even wennen, maar het is wel heel gaaf. Ja, dit is dus iets wat ik normaal gesproken dus nooit zou bouwen. Maar nu we dus helemaal de industriële hoek ingaan, omdat natuurlijk morgen de Sims 4 industriële loft uitkomt. Die we dus mogen gaan gebruiken in deze Shell Challenge. Ik vind het wel leuk om een keertje weer uit mijn comfortzone te gaan. We hebben een wc tegen een of ander ding van... volgens mij komt die uit Strangerville. Dit van Star Wars met een ecologisch leven wasbak erin. Ik vind het wel top. Alleen heb ik nou nog steeds geen handdoekenrek ergens. Ja, niet dat ze het per se nodig hebben of zo. Het is niet dat Sims nou iets hebben van... Oh, ik mis mijn handdoekenrekkie. Dit is allemaal heel erg landelijk en schattig. En dat is voor een keuken. Maar altijd nog. Ja, die is heel groot. Daar baal ik altijd een beetje van. Dat die dingen altijd zo groot zijn. Die deur is van interieurdesigner. Deze deur. Toch? Heb ik het nou goed? Laat deze deur de deur zijn. Van interieurdesigner, ja. Weet je, ik haal jou weg. Want we hebben toch al een buis. Ik ga deze hier. Top. Dit is top. Oké. Handdoeken. Die gaan er natuurlijk weer niet automatisch in. Oh, nee, niet groot. Ik denk dat ze nog een tikkeltje kleiner moet zo. Oké, zweef jij
Ja, en niet zo'n klein beetje ook. Nu zweef je nog steeds, maar dan doen we het anders. Kijk, nu lig je perfect. Gewoon het plankje verplaatsen in plaats van de handdoek. Waarom zou je niet ergens automatisch gewoon netjes ingaan? Helemaal, hè? Want dit is gewoon... Ik heb het kastje dan wel verkleind, maar het is wel nog steeds gewoon een plankje. Dus zou je verwachten dat die handdoek daar gewoon automatisch in zou moeten springen? Maar dat doet hij dus niet, dus dat is wel een beetje jammer. En de vloer is basisspel. De verzinkte metalen vloer, die vind je zeg maar onder dit kopje, waar bijna niemand ooit kijkt. Want waarom zou je dat gebruiken? Maar voor dit huis is het perfect. Oké, twee keer verkleinen. Welkom terug, Max. Ah nee, één keer verkleinen. Zo. Eén keer verkleinen, omhoog. Deze zweeft sowieso. Ja, oké, kastje moet omhoog. En nu? Nu is hij goed. Nog eentje. Nee, kleiner. Niet groter, kleiner. En dan omhoog. Oké, nou dat is dat. Dan gaan we natuurlijk wat kleurtjes veranderen. Dan doen we bruin. Dan doen we blauw en toch een beetje paars in, hè? Ik ben het. En dan doen we deze weg en doen we hier wat anders. Maar lief, wow, die vloer is base game nooit gedacht. Nee, dat is dus zo'n ding. Je gebruikt het nooit. Waarom zou je een metalen vloer gebruiken? Dat is iets wat je gewoon nooit gebruikt. Misschien kan je een handdoek een andere kleur geven. Ja, ik heb dus nu allerlei verschillende kleurtjes. Vrouwen met oog voor detail. Ja, bouwstreams, hè. Lekker rustig aan. Het is geen speedbuild. Het is gewoon een bouwstream. Realtime bouwen. Allerlei details. Wat ga ik dan hierop zetten? Die kunnen we erop zetten. Wasmand. Kun. Hier in de hoek. Hebben we nog meer dingetjes? Oh, deze vind ik ook leuk. Maar dat is niet... Dit is kussentjes, hè? Ja, dat is niet echt... En het is ook niet industrieel. Je hebt nog een wasmachine nodig. Nou, het is niet per se verplicht om een wasmachine te doen. Maar je brengt me wel op een idee wat ik op zich met deze kamer zou kunnen doen. Want... Oeh. Larissa. VH, dankjewel voor het volgen. Welkom. Hier doe ik gewoon een kast in. Maar hier kunnen we op zich wel een washok van maken. En dan maak ik hier gewoon een hoofdslaapkamer van. Maak ik hier nog een van de twee slaapkamers van. En dan een andere een kantoorruimte. Is het gewoon een gezin met of één kind of... We gooien er een stapelbed in. Dat kan ook, want ik vind dit op zich wel een ruime kamer voor een kind. Dat is wel leuk. Nou, een woonkamer, keuken. Geen idee wat ik hiermee ga doen. Maak ik hier wel een soort van half loungeplek, half eethoek. Met allemaal ramen. En dan dat je dan lekker de tuin in kan kijken. Ik denk dat we dat doen. Oké. Zie ik nog iets wat we kunnen neerzetten? Een kip? Nee. Ga geen kip neerzetten. Ik vind bouwen leuk hoor, maar als het gaat om decoraties, het is heel veel zoeken tussendoor. Oké, dan hebben we nog
Rommel. Misschien vind ik ook wel iets bij rommel. Tissues. Cliché ding. Hè? Ja, ik wou zeggen, het kan altijd daar nog bovenop. Maar het is een beetje gek om tissues in je, in je douche te hebben. Ja, we zeggen simmers, ja. Niet simsers. Oh, die is leuk. Die heb ik nog niet gezien. De Black Spire Brouwselvat. Ik denk dat ik gewoon als het huis klaar is, gewoon één keer het Star Wars pakket aan moet zetten en dan overal nog even keer doorheen gaan van, oh, kan ik dat nog ergens kwijt? Kan ik dat nog ergens kwijt? Want ik denk dat Star Wars echt perfect is om, om het huis nog een industriële touch aan mee te geven. Oké. Nee, ik denk als ik een beetje zo kijk. Ja, we kunnen altijd nog een parfum die een blad doen of zo. Maar ik vind het wel goed zo. Kan je niet in een kamer zo'n glasding of zo van eilandleven op het plafond plaatsen? Dat kan. Maar ik weet nog niet wat ik ga doen qua dak. Ik heb hier een glazen dak. En dat wil ik eigenlijk ook wel voor de ingang. Als me dat lukt, trouwens. Oh, ik heb daar zo'n groot raam neergezet. Wacht. Ik heb een kleintje nodig. Even kijken, schuin. Die. Zo. En dan zwart. Zo. Best erg dat ik alle spullen van de pakketten die ik heb uit mijn hoofd weet. Ik heb nu een bevestiging dat ik echt Sims verslaafd ben. Nou, ik had het eerst ook. Ik merk wel dat hoe meer pakketten eruit komen, dat ik een beetje in de war begin te raken met dingen. Dat ik denk van welk pakket kwam het ook alweer? Of dat ik ga twijfelen. Terwijl eerst wist ik het ook heel goed. Misschien hier gewoon doorzichtig. Of die. Maar dat vind ik hier maar een heel klein stukje en hier niet. Dus dat vind ik gek. Nee, we doen wel doorzichtig. Oké. Okay. Oké, hoe ziet het er aan de binnenkant uit? Dat is natuurlijk nu de vraag. Hier zie ik geen rare streep. Hier ook niet. Oké, top. Dit dak is goed. Oké, mooi. Gefixt. Dat dak is klaar. Heeft de voorkant in ieder geval een dak. De achterkant heeft een dak. En wat ik hierboven ga doen, moet ik nog even gaan bedenken. En wat lief zegt, best grappig dat ik de buitenkant vaak als eerst doe. Dus ook de bekleding en zo. Want dan kan ik nog schuiven met de muren. Maar hier maakt het niet uit omdat je een sheltje aan is doet. Hoe ik dus eigenlijk vroeger altijd huizen bouwde, was kamer voor kamer. Maar dan kom je natuurlijk aan het einde, zit je heel erg te prutsen met de vorm en zo. Wat ik vroeger ook altijd eerst deed was vloeren en muren. Maar dan is het natuurlijk heel moeilijk om de juiste meubels met de juiste kleurtjes erbij te doen. En toen zag ik dus andere simmers bouwen die dus eerst de meubels deden. En daarna gingen kijken, ja, welke muren en vloeren passen daarbij. En dat kan je natuurlijk in het echte leven niet doen. Want je hebt gewoon ruimte nodig om je vloeren en je muren te doen voordat je de meubels erin zet. Maar ja, in de Sims hoeft dat natuurlijk helemaal niet. Maar we hebben weer een kamer klaar. Ik ga even tussenop slaan. Zo. We hebben trouwens meteen nog een kamer klaar. Want ik gooi daar. Wacht, eerst even. Nee, dus het zit bij verf. We doen wel een, weet ik veel. Grijs. Gewoon even wit. Zo, klaar. Opbergruimte.
Die is 2 diep. Die is ook 2 diep. Ik vind deze stoerder. Die andere is 1 diep. Nee, we gaan voor deze. Welke kleurtjes kom jij nog in? Ik vind deze wel mooi. Maar het past niet in het huis. We doen wel gewoon deze. Nee, die heeft een blauwe rand. Dan gaan we gewoon helemaal voor zwart. Zo. Weer een kamer klaar. Maar lief zegt, ik ken ook veel omdat ik 1/3 van de pakketten heb. En aan de stijl kan je vaak zien welk pakket het is. Ja, wacht maar totdat je meer hebt. Dan ga je in de war raken hoor. De eerste paar jaar wist ik het nog. Toen werd ik op een gegeven moment een gamechanger. En toen kwamen er meer pakketten bij. En in het begin wist ik het nog heel goed. Maar nou zijn er zoveel pakketten dat je door de war raakt. En ook pakketten die qua stijl overeenkomen. Dat je soms door de war raakt. Van, hoort het bij die of hoort het bij die? Interieurdesign en klein wonen lijken bijvoorbeeld heel erg op elkaar. Oké. Nou, zullen we voor het washok ook gewoon deze vloer meenemen? Apparaten. Waar staan de wasmachines? Bij overige zeker. Ja. Nou, wacht. Oh. Wassen, drogen. En ik weet nog niet wat ik wil gaan doen met de kleuren. Het is op zich wel geinig om misschien dat goudbleeuw. Goudbleeuw. Blauwgeel mee te nemen. Twee nieuwe kleuren ontdekt, jongens. Goudbleeuw. Jongen, jongen. Hier wil ik wel een raam. Oh nee. Ja, wil ik hier een raam in? Hoeft niet per se. Ik had het niet gepland, hè? Nee, we doen wel geen raam. Het hoeft niet. We doen het wel gewoon. We laten het gewoon zo. Deurtje erbij. Ik kan ook nog niet dat doen, want er is hier nog geen zin in. Ja, dit is een dingetje. Dan denk ik, dit is handiger voor in de kamer qua indeling. Dit is mooier met hoe het hier is en hoeveel ruimte er hier tussen is. Madelief, waarom vind jij het fijner om via deze modus de spullen te pakken? Want ik doe het via kamers. Nou, dan als ik zeg maar via kamers zou moeten zoeken en je hebt keuken, dan bepalen hun welke decoraties eronder, keukendecoraties hieronder bij staan en zo. Ik zoek liever op functie. Ik weet gewoon alles wat een tafel is. Alles wat... die is you. Alles wat een tafel is, een plankje is, een bureau is, ligt allemaal hier. Of hier. Alles waar je op kan zitten is allemaal hier. Alles wat met water te maken heeft is allemaal hier. Activiteiten, vaardigheden. Ik vind dat makkelijker zoeken. Ja, ik denk dat ik het toch zo doe dan. Maar dan ga ik het een keertje anders doen. Want ik doe altijd een wasmachine en een droger naast elkaar. Maar dat hoeft niet. Het kan ook op elkaar. En dan kan ik hier nog wat leuks bouwen. Maar dan wil ik wel nog steeds mijn kleurverschil. Dus deze wordt blauw en die wordt geel. Nee, andersom. Zo. Kijk, dan heb ik hier ruimte vrij. Gaan we naar oppervlakte voor een aanrechtblok. En dan... Oh, we kunnen ook die van sneeuwpret. Dit is wel heel erg wit, hè, opeens. Maar zwart is heel erg donker. Grijs.
Ik vind het nog steeds jammer dat deze plankjes zeg maar aan die kant compleet wegvallen. Ik ga het even... Oh, nou krijg je dit... Laat maar. Je krijgt dat lelijke glitch. Dat wil ik ook niet. Of ietsjes. Gewoon de helft. En die ook. Zo. Beetje, ja, perfectionistisch. Maar nee, ja, laat maar. Laat maar. We doen het wel gewoon zoals het spel het wil hebben. Maar ik vind het heel raar hoor. Dat als je een meubel neerzet, dat er gewoon de zijkant in de muur verdwijnt. Maar ik denk dat dit wel leuk is. Want dan kan je dingetjes in de plankjes leggen. We hebben ook nog de keukeneiland variant. Die komt iets verder voor. Wacht. We pakken die wel. Die steekt wat verder uit. Vind ik ook wel leuk. Nou gaan we weer naar decoraties. Weer zoeken, zoeken, zoeken. Laten we eerst even muurdecoraties weer doen. Want ik kan hier nog wat dingen kwijt. Maar aan de andere kant, misschien kunnen we daar iets industrieels kwijt. Nee, geen bord van een bar. Wacht, we hebben bij plankjes ook. Even kijken hoor. Dan gaan we naar oppervlakte, plankjes. Dingetjes die te maken hebben met strijken en zo. Kijk, die is voor de keuken. Ook keuken. Kijk hier. We hebben deze. En we hebben deze. Dan ga ik voor degene die ik al heb hangen. In het geel. Oh, dan komt die met groen. Dat is misschien... Hebben we een groene? Maar is weer anders groen. Nee, laat maar. Terug naar blauw. Want die in het blauw... Ja, is ook leuk. We doen wel blauw, omdat geel zit hier al heel hoog. Ik ben gewoon aan het kletsen hoor, Max. Dus het is niet stil. Oké, decoraties. We hebben die ene wasmand heb ik al hier natuurlijk neergezet. Ik kan hem altijd nog verplaatsen. Om hem gewoon hier erbij te zetten. Maar we kunnen hier ook wat andere spulletjes neerzetten wat met wasgoed te maken heeft. Ik zit bij muurdecoraties. Ik heb geen plek op de muur meer. Kijk, we kunnen hier ook altijd nog handdoekjes neerleggen. Zo van, deze zijn schoon. En dit is een zomerpretmand. Die zoek ik niet. Deze vind ik ook wel leuk. Het is alleen iets heel stoer of zo. Zo. Maar hij is wel gewoon leuk om erbij te hebben. Dat kan wel. Kijk, wat grauwere kleur. Ja, het wordt ook weer zo grauw. Oeh, dit... Ja... Ik wou eigenlijk kijken voor een wat meer kleurrijke kleur. Maar dan denk ik, ik pak deze zwart. En dit kussentje heeft wel een heel schattig patroontje. Dan geven we deze wel een gele handdoek. Zo. Oh, Miss Divi is ook aan de shell bezig. Wat voor stijl heb jij, Miss Divi? Hoe heb jij het aangepakt? Want ik zit natuurlijk nu heel erg in de industriële hoek. Is het jouw oude vertrouwde stijl waar ik je van ken? Een heksenspookhutje. Oh jee.
Oh, dan ben ik heel benieuwd ook naar jouw inzending. Ik ben echt heel benieuwd naar sowieso als ze gaat toeren. Want we kunnen natuurlijk nog inleveren tot en met 15 september. Het is nu 25 augustus. We hebben nog iets minder dan een maand. En dan is het de vraag wanneer Dagmar natuurlijk haar tourstreamt inplant. Maar ik ben heel benieuwd, nu ik zelf zo bezig ben en dat ik jou hoor over een heksenspookhutje. Nou, dan wil ik zeker die tourstream niet missen. Zo. Wordt het van mijn gezinshuis? Ja, ik heb meerdere kamers nog over hierboven. Dus ik wil hier wel een tweepersoonsbed, zeg maar. Dus echt een master bedroom. Dan denk ik dat ik hier wel een kantoorruimte van maak. En dan kunnen we hier wel een stapelbed met twee kinderen kwijt of zo. Dat is wel leuk. Of een stapelbed met één kind, dat kan ook. Dit wordt de woonkamer. Hier ga ik de keuken doen. Ik weet alleen nog niet zo goed wat ik hiermee wil. Dus als mensen ideeën hebben, dan laat het vooral weten in de chat. Laat het ook later weten in Discord als je terugkijkt. Want ik ga er nu niet vandaag aan werken. En ik denk dat ik hier gewoon een soort van relaxte plek maak. Met heel veel ramen. Dat je lekker naar buiten kan kijken. En misschien dat ik het huis ook nog wel op een kleinere kavel ga zetten hoor. Dat je niet zoveel tuin hoeft te doen. Deze douche kon weg, want die gaat niet door. Washok, dat was hier. Ja, je hebt ook goede heksen. Magisch Rijk. Pakket Magisch Rijk. Je kan een goede heks zijn, maar je kan ook een slechte heks zijn. Even kijken, ik was bij decoraties. Oh ja, wasmiddel. Die kan ook hier bovenop. Zo. Oh, vet cute. Konijntje. Wat hebben we hier? De onopvallende brandstoffen. Ja, ik weet niet waar ik die zou moeten verwerken. En dit. Wacht. Weet je, handdoek. Oeh, kijk. Jij gaat daar. We pakken jou. We verkleinen jou één keer. En we zetten jou. Hierboven. Dan is het een of ander krat waar je dingen in kan bewaren. Dan hebben we weer iets van Star Wars erin verwerkt. Oké. Heel veel dingen van Star Wars dat je denkt. Oh, wapens. Oh, oké. Maar bij dit denk ik... Geen idee. Ja, ik denk dat het qua decoraties wel een beetje op is als qua wasgoed. En ook qua ruimte hoor. Ik kan hier op zich nog wel dingetjes in doen. We hebben zo'n overhemd dingen. Oh, we hebben ook dit soort dingen trouwens. Ik moet niezen, maar hij komt niet. Vet kut dit. Zo. En waar is dat stapeltje overhemden? Hier. Daar. Wij eten nacho school. Daar heb ik super veel zin in. Ziet er lekker uit. Wat eten jullie? Ik eet zometeen gebakken aardappeltjes. En ik moet nog even kijken. Want ik heb allerlei soorten groenten ook nog in de vriezer. Waarschijnlijk dat ik er spruitjes bij doe. Want ik hou daarvan. Ik weet dat heel veel mensen denken. Spruitjes. Maar ik ben dol op spruitjes. Ik wil eerst die buis. Die heb ik al een paar keer weggehaald. Voor wat anders. Hier kan trouwens wel het rooster. Aangezien het een washok is, is dat ook wel toepasselijk voor in deze kamer. Welke kleur had ik hem hier gedaan? Beetje grijzig. Die. Ik kan hier ook wel weer één muurtje. Waarom gaat mijn decoratie weg van behang? Wat is dat? Weet je wat?
Dan doen we hem lekker aan die kant. Ook goed. Gaat hij ook weg? Kan ik hem weer gaan zoeken? Sims. Jongen, jongen. Zo, hoppatee. Niet zo vervelend doen. Ook allemaal mensen met eten. Lianne heeft champignonsoep gegeten met stokbrood en salade. Maar lief is dol op spruitjes. Oh, ze is niet dol op spruitjes, maar vindt ze ook niet vies. Ja, ik ben er dus echt dol op. En Max heeft net na werk een patatje gehaald. Lekker. Ja, ik had gisteren al McDonald's. Dus patatjes zitten voor mij vandaag nu niet in. Eindelijk weer een keer. Ik had echt alleen maar gezond gegeten de afgelopen tijd. Ook omdat ik natuurlijk ziek was geweest. En gisteren moest ik werken op een andere locatie. Dat ik met de auto naar huis ga. En dan rijd ik langs de McDonald's. En dacht ik, weet je, het mag weer een keertje. Hé, hey, Epica, oppassen. Oppassen. Spruitjes? ik was op zoek naar iets. Naar die buis. Niet die. De oversized metalen muurbeugel. Ik was op zoek naar die buis, maar ik vind dit ook wel leuk. Dit ziet er wel uit als een of ander futuristisch, spaceship-achtig droog systeem. Dus waarom ook niet? En dan laat het gewoon zo. Dan komt die buis weer niet in de kamer. Ik heb hem al verwijderd uit die kamer. Ik heb hem al verwijderd uit de badkamer. En ook deze kamer mag hier niet komen. Nog extra wasmiddel daar. En dan doen we wel... Oh ja, tissues is hier eigenlijk wel handig. Oranje. Want je moet natuurlijk het pluizenfilter kunnen schoonmaken. Dus dan zetten we gewoon hier lekker de tissue box bovenop. Dan kan je pakken, pluizenfilter schoonmaken en dan hebben we een prullenbakje nodig. En ik pak dan altijd het kinderprullenbakje. Want die vind ik gewoon toffer. Die komt alleen niet met zwart. Maar die komt wel met blauw. Zo. Moet alleen hier nog iets. Het is hier nog een beetje kaal. Hier hebben we al dingetjes hangen. En normaal zou ik dan een raam doen. Maar ja, het kan op zich wel. Maar dan heb ik hier niks en hier niks. En dan zou ik weer moeten bedenken wat ik daarmee ga doen. Want ik hou te veel van symmetrie. de kat. Het is een mannetje. Hij ligt, nou, hij ligt er niet nog steeds. Hij is tussendoor eventjes zijn beentjes gaan strekken en achter me gaan zitten. En nu zit hij weer daar. Hé, Omri? Ja. Je bent een ster. Je bent Twitch famous nu. Ja, ik twijfel over een raam. Zal ik even kijken hoe dat eruit ziet? Deze hebben natuurlijk geen smalle. Oeh. Oeh, dit vind ik ook een leuk raam. Oh, dit vind ik wel geinig. Ik weet niet of hij blijft. Maar voor nu vind ik het wel geinig. Ik laat hem voor nu er wel even in zitten. Er zit alleen een bug in. Moet je zien hier. Een hele groene streep van het gras buiten. Sims, kom op. Het is niet de eerste keer dat je een rond raam hebt gemaakt. Dan kan ook nog het Star Wars raam toevoegen. Maar nee. Dan zie ik nog wat anders. Nee, ik vind het op zich wel een leuk raam zo. Hij kijkt zo van, ik was altijd famous. Omri? Joe. Hij doet niet eens de moeite meer om te kijken. Hij heeft iets zo van, ja, doei. Je roept me de hele tijd en dan krijg ik niks. Het is goed met je. Oh. Nu is die Oost-Indisch doof. Zie je, ben het niet eens waard. Niet beroemd genoeg. Hij gaat er nu gewoon helemaal bij liggen. Oké, ik zal nog even laten zien wat we nu met het huis gedaan hebben. Want ik denk dat het nu wel klaar is. Ik laat het raampje erin zitten.
Dit is dus de shell van Dagmar. Mi Pukki Games streamt ook op Twitch. Streamt Sims. Streamt soms Animal Crossing. Splatoon. Soms lekker kletsenstreams. Mystery Boxes, ook leuk. Doet ze ook. Nou, wat ik dus heb gedaan is, ik heb het huis verhoogd. We hebben veranda aan de voorkant. En we hebben dus een hele toffe industriële deur van de Sims 4. Ecologisch leger. Hoor ik mijn naam? Wat stream je allemaal, Dagmar? glazen dak hierboven. Dus dan heb je lekker veel licht in de gang als je binnenkomt. We hebben hier een soort van decoratie. Als ik hier geen deur nodig heb, dan blijft die er lekker hangen. We hebben de trap hier in deze hoek gedaan. We hebben hier ook decoratie. Hetzelfde verhaal. Als ik hier geen deur nodig heb, dan blijft die daar lekker hangen. Om het huis lekker industriële touch te geven. En ik vind het wel tof dat de ramen van boven, je ziet dat licht gewoon beneden daar, ja, binnenkomen. Nou, we zijn bezig aan het puzzelen met de trap. En we hebben hier een verhoging waar ik nog iets leuks voor moet gaan bedenken. Oeh, wacht. Dit kan ook. Een soort van vreemde verwarming. Dan is dat hoekje klaar. En dan kan ik hier best een deur doen. Komt deze eigenlijk nog in andere kleurtjes? Oh. Ja, maar het wordt wel heel donker zo, hè? Die vind ik te licht. Gaan we voor grijs. En dan gaan we naar boven. Wat we boven hebben gedaan is deze fide. Die mag nog wel een beetje aangekleed worden. Want hier een beetje kaal. Hier kunnen we nog wel iets leuks in de hoek neer gaan zetten. Maar dat komt wel. We zijn de wc gaan doen. Super industrieel. Iets wat ik normaal nooit zou doen. Maar ik vind het heel tof geworden. En we hebben de wc van Stedelijk Leven. Waar je dus mee kan praten. En er een discobol uitkomt. En een waterballet. En weet ik veel wat allemaal. Toen zijn we de badkamer gaan doen. Hebben we die hele stijl meegenomen. Ik vind deze douche heel tof met die wand. Want normaal, als ik dus zelf een douche zou gaan bouwen, dan zou ik dat met een muurtje doen. En er dus een raam in zetten. Stevie zegt, Kim, ik heb net het nieuwe schilderij gekeken. Het is een poster. Misschien dat je hem daarom niet kon vinden. Ja, maar ik heb misschien ook mijn spel niet geüpdate, hoor. Ik heb hem gewoon net opgestart toen ik ging streamen. Dus ik weet niet of mijn Origin dat heeft gedaan automatisch. Bij sommige updates is het ook niet van belang. Want er was letterlijk één bugfix. En er was dus dat schilderijtje, die patch update. Dus als het een hele grote patch update is, dan moet je verplicht je spel updaten om het te kunnen spelen. Maar dit was nou niet echt bepaald een update waarvan je denkt, super belangrijk. En dat werkt anders niet. Maar ja, de badkamer, super industrieel ook weer. Dit toffe ding met de wc ervoor vind ik heel grappig. Dit ding met de wasbak erin vind ik heel tof. Ik vind deze wand dus heel tof. Want normaal zou ik dat doen met een muurtje en een raam erin. Maar ja, we mogen geen muurtjes plaatsen. Maar Lief zegt, ik vind het industriële echt heel leuk geworden. Miss Divi, het was een zielige patch update. Ja. Maar er zijn zoveel problemen met het spel. En dan komen ze er met een patch update. Het enige wat het dus heeft gedaan is die kitpakket voorbereiden. Wel één hele bugfix en een schilderijtje. Dat je denkt, er zijn zoveel problemen met het spel. Is er letterlijk niks anders wat jullie gefixt hebben in de tussentijd? Maar oké. Maar ja, dit is dus de badkamer. En toen zijn we het washok gaan doen. Daar had ik niet eens over nagedacht. Totdat Madelief erover begon van, ja, waar laat je je wasmachine? Dus dit is nu het washok. Minder industrieel dan de andere kamers. Maar het heeft toch nog wel wat. Dit is natuurlijk heel industrieel. Dit ding hier. Ik vind het plankje op zich ook wel. Want er zitten hier natuurlijk van die ijzeren balken onder. En dit vreemde geval. Dus tot nu toe is dit mijn update van de Mi Pukki Shell. Ik ga er zeker later nog mee verder. Maar ik krijg trek. Dus ik ga lekker eten. Wanneer ik weer live ben, heel misschien morgenavond. En anders zien jullie me weer volgende week op dit kanaal. Want dit weekend ben ik niet hier live. Volg me. Zet het notificatiebelletje aan. Dan zie je het vanzelf. Ontbond. En join mijn Discord, want daar hou ik jullie sowieso op de hoogte. Ook over andere leuke projectjes. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor alle liefde vandaag. De hele leuke sfeer in de chat. De gezellige gesprekken. De tips. En de ideetjes. En natuurlijk alle lieve subjes. Zoveel vlaggetjes erbij vandaag. Dank jullie wel. En misschien tot morgen. En anders tot snel op Twitch of op Discord. Waar is mijn knop? Daar is mijn knop. Doei!